Goedenavond iedereen. Mijn naam is Nico Deuwerens, ik ben de decaan van deze campus en uit naam van de KU Leuven en de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen wil ik jullie van harte welkom heten op dit event. Het is een mooie dag, niet alleen vanwege het stralende weer, maar ook omdat dit het eerste event is waar we niet studenten mogen ontvangen op deze campus in ongeveer anderhalf jaar. Dus het is ook voor ons een nieuwe start. Merk nog aan een aantal dingen op de campus, ook voor degenen die hier in de zaal zitten. Trouwens ook welkom aan de mensen die dit volgen via livestream. Maar de mensen die hier aanwezig zijn, kunnen ook daar aan die kant nog zien hoe het lokaal eruit zag tot een paar dagen geleden toen er nog examens waren. En je ziet dat er eigenlijk zeer weinig capaciteit nog altijd kon gebruikt worden. Daar zijn we gelukkig verder in de juiste richting aan het gaan. Nu, we zijn ook heel blij, niet alleen dat we een event kunnen houden, maar ook dat we dit specifieke event kunnen houden als onze relance. Het is eigenlijk een topic dat heel goed past binnen de verschillende pijlers die de KU Leuven als universiteit wil doen. Namelijk, zoals elke universiteit, richten we ons op onderwijs, onderzoek en wat we nogal vaag dienstverlening noemen, wat eigenlijk op neerkomt op het verlenen van de inzichten die we halen uit onderwijs en onderzoek naar de maatschappij. En dit is hier een goed voorbeeld van. Nu, puur de organiserende steden hebben toevallig een hele goede fit met het onderwijs dat de KU Leuven aanbiedt. Sommigen zullen zeggen dat het niet zo moeilijk is, omdat de KU Leuven tegenwoordig overal zit. Dat is nog niet helemaal waar, maar het scheelt niet veel. En zeker voor deze organiserende steden klopt dat wel. We hebben uiteraard Leuven zelf, ook Antwerpen, onder meer deze campus hier. Dat zullen mensen die bekend zijn met de faculteit Economie wellicht al weten. Wat jullie misschien ook niet weten, is dat de KU Leuven ook een campus heeft in Brugge, een van de andere gaststeden, waar vooral ingenieursopleidingen worden gegeven. Krokke-Heijs helaas nog niet, maar zelfs daar organiseren we geregeld sessies van de kinderuniversiteit. Dus we zijn wel degelijk in alle locaties aanwezig. Dat is voor onderwijs, maar natuurlijk wat we doen is onderzoeksgebaseerd en dat is wat we vandaag ook willen delen. Een aantal collega's, zowel van onze faculteit als ook van de faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen van de universiteit, zijn al jaren bezig met het opbouwen van expertise in sporteconomie in het algemeen en in wielereconomie in het bijzonder. En dat is ook wat er in het eerste deel van dit symposium zal gebeuren. Er zijn een aantal collega's in volgorde van optreden, professoren Wim Laga, Daan van Reet en Jeroen Scheerder, die gaan de expertise delen, niet alleen die ze opgebouwd hebben op wetenschappelijke basis, en daar zit dan de dienstverlening in, maar is ook de bedoeling om daarmee naar buiten te treden met het werkveld, met de overheid en de maatschappij in brede zin. En dat is eigenlijk wat dat we willen beogen. En daar kijken we naar uit om te zien welke inzichten dat jullie ons vandaag kunnen meegeven in een geconcentreerde vorm. Dus we weten dat het goed weer is en we willen het daarom ook geen uren rekken. Maar we gaan proberen om zoveel mogelijk kennis en praktische punten met u te delen in een zo efficiënt mogelijk tijdsbestek. Dus ik geef nu het woord aan professor Wim Laga. Wim Laga is hoogleraar sportmarketing, verbonden aan deze campus hier, de Antwerpse economiefaculteit. En geeft ook al jaren les aan opleidingen aan de faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen in Leuven. Ja, goedenavond. Voilà. Twee slides terug, alsjeblieft. Ja. Wat zijn de uitdagingen voor het professionele wegwielrennen met een blik op 2025? Ik ga dit verhaal brengen in tandem. Ik leid in met, ja, we zitten hopelijk wellicht zeker in de staart van de coronapandemie, maar we komen eigenlijk uit Absurdistan. Ja? En wat leert nu, hoe is het wielrennen, die COVID-19-pandemie doorgeraakt, hoe heeft het zich door die coronapandemie geworsteld? Eerste vraag die ik behandel. Dan komt er eigenlijk een audit, een doorlichting van het product wielrennen. Anno 2025 door Daan, mijn collega. En ik rond dan af met het laatste luik van het roadbook en dat is nadenken over impact, impactmeting. En zo wetenschappelijk is dat zo, blijft dat zo'n hot topic en ik probeer daar zo wat helderheid in te scheppen. Hoe moet je kijken naar impactmeting? Tijdens de COVID-19-pandemie kijken we eigenlijk naar drie actoren. Bij wijze van inleiding, bij wijze van warming-up. Hoe heeft de economische sector
wegwielrennen. Hoe hebben die dat gedaan tijdens corona? Wel, toen na die Parijs-Nice, één dag ingekort, 2020, het wielrennen op slot ging, hadden heel veel waarnemers voor sport in het algemeen en wielrennen in het bijzonder een bang hart. Van oei, wat zal die toekomst brengen? En vandaag kunnen we zeggen dat wielrennen zich verrassend goed uit de lockdown geworsteld heeft. Wielrennen heeft zich verrassend goed uit de lockdown geworsteld. En hier zijn eigenlijk ook een aantal fenomenen voor. Ging dit symposium vanavond over handbal of volleybal? Ik denk dat we dan een hele donkere bladzijde van een sport gezien hadden. Hier heb je te maken gehad met een buitensport op de openbare weg. Wat eigenlijk lang een belangrijk nadeel leek, was plots wel een voordeel. Namelijk, dat mocht en dat kon nog. Zeker ook het functioneel en recreatief fietsen. Daar waren mogelijkheden voor. En vanaf augustus 2020 kregen we een afgeslankte kalender waar eigenlijk een consensus over was. En wielrennen heeft zich de jongste jaren, het management, de organisatie van wielrennen op hoog niveau, ja, soms ook uitgeblonken in achterhoedegevechten en stammentwisten. Maar als we terugblikken op die periode, dan mag je zeggen, in de lockdown en digitaal, met de belangrijkste stakeholders. Ik denk ASO Tour de France op kop, de RCS-groep in Italië, onze Flanders Classics. Heeft men die licht afgeslankte kalender, heeft men heel veel meubelen gered. Het is helaas niet gelukt en we moeten af en toe de Vlaamse bril afzetten. Hè. Het is niet gelukt of veel moeilijker. Zwitserland, Duitsland, Canadese wedstrijden. Veel wedstrijden in Spanje ook. Het is moeilijk geweest. Maar als we terugblikken op 2020, ja, was eigenlijk een wielerseizoen met en plus zinderende sport, spankracht. Heel spannende eendagse finales van klassiekers. Grote rondes waar pas in het slotweekend de beslissing viel. We hebben enorm van wielrennen genoten tot en met bijna midden november. Ongezien. Wie dat had durven voorspellen in 2019, dat zou een visionair geweest zijn. En dan ook een pluim voor het wielrennen, denk ik. Die coureurs waren al afgetraind in het omgaan met smetvrees. Hè. En daar hebben ze eigenlijk goed kunnen doortrekken in dat ook dat omgaan met coronaregels. We vreesden zo in die lente van oei, een peloton vol snot, wat gaat dat geven? Maar eigenlijk zijn we hier ook goed uitgekomen. En en plus hebben we ontdekt dat wielrennen eigenlijk een televisiesport is in bange dagen. Eigenlijk, en ik kom straks bij organisatoren, wielersport kan georganiseerd worden zonder publiek. En als televisiesport, van punt A naar punt B, via helikopterbeelden en camera's, vinden we het ontzettend spannend en de kijkcijfers bleven minstens op dat niveau of zelfs iets hoger. Dus dat was leuk en goed. Maar, belangrijke voetnoot, voor het wielrennen aan de basis, het jeugdwielrennen, heeft er toch wel een kaalslag plaatsgevonden. En dan heb ik het niet over de topjeugd. Hè. Neem nu onze Alex Seegaard uit het Dappere Lendeleden, vandaag Europees kampioen tijdrijden. Ik heb de luxe om die jongen op de voet te volgen. Wel, vorig jaar heeft hij eigenlijk vanaf midden juli een voortreffelijk, keurig internationaal seizoen nog kunnen afwerken. Er werden daar veel meubels gered. Maar ik ken ook veel kleine coureurkes om de hoek die vorig jaar 4 à 6 wedstrijden in nevenbonden lag alles stil. En 2021 kwam die kalender ook vrij traag op gang. Dus wellicht, we hebben toen ook veel jongeren tussen 15 en 18 voor andere sporttakken gekozen, zijn die gaan padellen of andere zaken gedaan. Alleen dat moet onderzoek uitwijzen. Maar dus de toplaag van het wielrennen en als sector zijn we daar wel verrassend goed uit de lockdown gekomen. En eigenlijk moeten we zeggen op het niveau teams relatief beperkte schade. Want er was wel een vrees met de lockdown. Als je nu de Extra Times van april 2020 opnieuw zou herbeluisteren, dan was daar soms rond de tafel, onder centrale stakeholders, ja, pessimisme troef van oei, gaat de sport dit overleven? Wat als er geen Tour de France zou plaatsvinden? En je mag zeggen, het bloedbad is er gelukkig niet gekomen. Wellicht, sponsorcontracten zijn over een langere periode gespreid en lichte daling op contracten.
niet onmiddellijk voor toprenners, maar wel voor kleinere renners, helpers enzovoort. Maar de teams hebben die schok heel veerkrachtig opgevangen. Eigenlijk maak je hier een foto van een veerkrachtige sector die vanuit de marktdynamiek met dat probleem eigenlijk enorm omgegaan is. De kalender waarbij meubels gered zijn, heeft heel veel goed kunnen maken voor visibiliteitssponsoren. Als televisiesport bleven toch sponsors hun zichtbaarheid krijgen, dus dat was eigenlijk goed nieuws. Oké, CCC schoenenretailer in Centraal- en Oost-Europa moest 6 weken de deuren sluiten. Dat was eigenlijk einde van het marketingverhaal en einde van het sponsoringverhaal. NTT stopte, maar sponsors komen en gaan. En dat is eigenlijk ook een jaarlijks terugkerende dynamiek. En eigenlijk ontwikkelt zich nu de jongste maanden een nieuw fenomeen waaruit dan we zien dat eigenlijk de koers rugwind begint te krijgen. Namelijk, voor het eerst sinds jaren, ik heb het nooit eerder meegemaakt, maar dat middellangtermijnperspectief, dat renners, sponsoren, belangrijke contracten tot 2026 of 2027 betoneren. Dat geeft eigenlijk aan dat de markt inschat dat het economisch efficiënt is om vandaag te betoneren, omdat binnen 4, 5, 6 jaar de waarde van de sport, de marktwaarde, groter zal zijn. Dus rugwind. Interessant. Laatste punt voor mijn inleiding is de organisatoren. Er zitten organisatoren in de zaal en ik denk dat ik het woord nachtmerrie mag gebruiken. Als een heel belangrijke levensader afgeknipt wordt, en dat is die van de VIP's, hospitality, die van eigenlijk ook samen met de faciliterende steden organiseer je wielrennen om impact te creëren, om publiek te verbinden. Maar als plots het leidmotief wordt, blijf in je kot, kom zeker niet naar de koers, kijk tv. Wie dit voorspelt dat midden 2019, dat was geen visionair, die had men gek verklaard. Ja? Dat dus organisatoren naar een dergelijk model moesten gaan, met ook complex en dure COVID-protocols, maar eigenlijk heel veel andere kosten bleven minstens op hetzelfde niveau. Dus de teams waren plots niet tevreden met minder startgelden. Of je bleef met dus heel veel kosten op een belangrijk niveau zitten. En eigenlijk de grenzen van reserves werden aangetast en ook van de wendbaarheid. Hoeveel aanpassingsvermogen heb je? En eigenlijk is dit een hele mooie case in aanpassingsvermogen. Hoe organisatoren, vooral weer met die Vlaamse of grote rondesbril, met die problematiek omgegaan zijn. Hoe ze zich suf digitaal vergaderd hebben en vooral geageerd hebben. En dan zou ik zeggen, ja, chapeau. Natuurlijk, ook in het profpeloton zijn er verliezers. En voor enkele buitenlandse organisatoren wordt een restart misschien wel ja, een lastiger verhaal. Hè. Ik had 2 slides geleden over de kaalslag bij de jeugd. Maar dus het jeugdwielrennen draait op sociaal weefsel. Dat heel actief moet zijn, maar soms ook op faciliterende cafés. Maar misschien als de coronastorm gepasseerd is, gaan we misschien ook moeten vaststellen dat vrijwilligers 2 jaar ouder zijn en dat weer een aantal cafés verdwenen zijn. Ja? En hier zal de vraag zijn, gaan een aantal buitenlandse organisatoren wendbaarheid of draaiboeken genoeg hebben om hier weer te kunnen hernemen. Maar eigenlijk samengevat, met de blik op 2025, denk ik kunnen we in de herfst van 2021 zeggen, ja, misschien wel een grote onderscheiding voor het wielrennen, hoe die corona doorgeworsteld hebben. Eerste punt. Ik heb samen met Daan van Reet hebben we veel kilometers op de teller. Al ongeveer 1 jaar of 10 werken we intensief samen. Onder andere op dopingperceptie hebben we gewerkt. Maar we hebben eigenlijk in 2016 Leuvens Economisch Standpunt gepubliceerd met zo bouwstenen voor dus, de toekomst van het wielrennen. Daan gaat onmiddellijk die bouwstenen overlopen. We zijn erin geslaagd om 2018 in een internationale journal die blueprint gepubliceerd te krijgen. En Daan is editor van The Economics of Professional Road Cycling. Dat is vooral zijn verdienste. Dat zijn 12 à 15 hoofdstukken waar hij alle onderzoekers wereldwijd samenbrengt. Ik verzorg daar het hoofdstuk sponsoringen en het hoofdstuk toekomst doen we samen. Daan is nu ook volop bezig om 2022 komt een tweede editie en niet bij de minste uitgever, chapeau voor Daan, Springer in New York, faciliteert eigenlijk deze uitgave. En dan is eigenlijk de vraag, wat leert nu een audit van het product op weg naar 2025? Alsjeblieft Daan. Dank u wel, Wim.
Goed, Wim heeft mij gevraagd om een doorlichting te maken van het wielersportproduct met oog ook op 2025. En ik ga dat proberen te doen in 6 korte sprintetappes. Dat is al even te snel. Zo snel moet het ook niet gaan. Eerste etappe, het vrouwenwielrennen. Het vrouwenwielrennen heeft op dit moment rugwind. Het vrouwenwielrennen en vrouwensport in het algemeen, wie dat een klein beetje volgt, wie het sport een klein beetje volgt, weet dat er wereldwijd eigenlijk... moet ik nog de vorige slide? Ja, deze is het. Dat er nog toenemend focus is op damesport en dat er ook een heel grote gevoeligheid is rond gendergelijkheid. Zeker mensen die op sociale media wel actief zijn, zullen dat merken. Ik zelf ook, als ik een tweet doe over vrouwen wil rennen of ik tweet over mannen wil rennen, wel bij het vrouwen wil rennen krijg ik minstens 3 of 4 keer zoveel reactie als op het mannen wil rennen. Dus dat ligt zeer gevoelig. En vaak krijg je daar dan de commentaar van, ja, maar er kijken minder mensen naar het vrouwenwielrennen of er is minder interesse in damesport in het algemeen. En dus moeten daar ook minder voor betaald worden, moeten zijn er minder, enzovoort. Dat klopt voor een stukje, maar het grote probleem is, je moet op een faire basis gaan vergelijken. En vrouwensport, damesport, blijkt, en hoe meer onderzoek dat ik daarnaar doe, en ik heb de laatste jaren meer en meer cijfers ontgezocht, hoe meer onderzoek dat ik daarnaar doe, hoe meer dat blijkt. Damesport blijkt minstens even succesvol te zijn als herensport bij de kijkers op het moment dat je het op dezelfde manier volwaardig gaat aanbieden, uiteraard. En ik dacht altijd dat tennis een heel gelijke sport was, totdat iemand mij zei, ja, maar beseft je wel dat de dames tennis eigenlijk systematisch benadeeld wordt, want de Grand Slam finales bij de dames zijn op zaterdag, bij de mannen op zondag. En dan is het logisch dat er minder kijkers zijn voor de dames. Dat heeft mij zo'n beetje aan het tanken gezet ook, daaromtrend. En dan blijkt ook, als je kijkt naar sporten waar echt 100% equivalent aanbod is, dat je daar dan ongeveer dezelfde aandacht, media-aandacht krijgt, maar ook dus kijkcijfers krijgt. En de Olympische Spelen deze zomer waren eigenlijk een heel interessante case, want voor de eerste keer is in Amerika ruim meer aandacht besteed aan damesport dan aan mannensport. In de primetime op NBC was 57,5% tv-tijd werd die besteed aan damesport. Dat was nooit eerder gebeurd. En de eerste gegevens, de eerste voorzichtige gegevens over de kijkcijfers wijzen er ook op dat in meerdere landen de dameswedstrijden beter bekeken werden dan de herenwedstrijden. Een beetje afhankelijk van sport tot sport, maar grosso modo door de gemiddeld genomen blijkt dat toch. Dus dat is een interessante evolutie in elk geval om te zien, omdat het daar natuurlijk op gelijke basis wordt aangeboden. En hetzelfde hebben we eigenlijk een beetje gezien in het wielrennen, met de cases van de La Course en de Ronde van Vlaanderen. La Course werd de eerste jaren op zondagnamiddag uitgezonden in aanloop naar de etappe van de mannen van de, op de Champs-Élysées. En had in Frankrijk zie je daar heel hoge kijkcijfers van 700.000, van 1 à 2 miljoen. En op het moment dat dit naar de ochtend werd gebracht, zoals de afgelopen jaren, duiken die cijfers naar beneden en heb je nog 100.000, 200.000 kijkers. Hetzelfde in Vlaanderen en in Denemarken, en waar we een deling door 10 hebben ongeveer van het aantal kijkers, als het zo vroeg in de ochtend wordt aangeboden, of over de middag zelfs. Het omgekeerde voorbeeld hebben we natuurlijk gezien met de Ronde van Vlaanderen, waar de Ronde van Vlaanderen voor dames een aantal jaren in de namiddag werd gereden, simultaan met de mannen en de finale eigenlijk bij de dames, ja, op het moment kwam dat de mannen toch ook al zo wat in de laatste 100 kilometer dreigden te geraken. Met als gevolg dat in die jaren er eigenlijk maar 100.000 al kijkers waren op canvas voor die dameswedstrijd. Op het moment dat, dankzij die corona, voor een stukje beslist is van die dameswedstrijd na de mannen te laten eindigen, en dus het laatste uur van de dameswedstrijd integraal te kunnen brengen, schieten die kijkcijfers de hoogte in. Dus timing is alles wat dat betreft en dat is een belangrijk aspect. Nu, als we kijken naar de ontwikkeling dameswielrennen, dan zijn er heel wat positieve ontwikkelingen, maar we moeten wel ons bewust zijn van het feit dat blijkt dat wielrennen, of dat dameswielrennen, een moeilijk imago heeft wereldwijd. Als we een bevraging van Nielsen, het grote bureau, onderzoeksbureau, naar wat interesseert u bij sportfans, interesseert u eerder de mannensport of eerder de damesport, dan blijkt dat bij wielrennen 40% exclusief naar mannenwielrennen kijkt. Ja? En daarmee zitten we qua wielrennen heel laag, enkel basketbal en voetbal doen eigenlijk nog slechter. Ja, en dat gaat niet over één land, dat gaat over 13, 14 landen wereldwijd, met grote landen als Frankrijk, Italië, Verenigde Staten, Brazilië enzovoort. Dus, maar 10% zegt expliciet te willen kijken naar dameswielrennen. En dat zie je dat voor andere sporten dat die balans heel wat anders zit. Dus daar hebben we zeker nog een achterstand weg te werken. Maar we merken wel dat er enorme
vooruitgang is in mediacoverage. Dat ziet je in het aantal wedstrijden op de VRT werd uitgezonden. In tabbeswielrennen tot 2014 waren dat 2 wedstrijden per jaar. Eén of 2 wedstrijden per jaar, meestal zo het WK en zoiets. En vanaf 2015 heeft dat de vlucht genomen. En op dit moment zitten we aan 12, 14 wedstrijden per jaar. En ook de kijkcijfers gaan duidelijk de hoogte in. En die blauwe lijnen zijn de kijkcijfers, die gaan ook vooruit. Dus wat dat betreft zeker een goede evolutie. Tweede etappe, hoe internationaal is de wielersport? Nu heb ik het enkel over de mannen eventjes. Ik heb daar wat cijfers over verzameld. Als we kijken naar het aantal renners, het aantal nationaliteiten in de top 100 van de rennersranking, dan zie je dat die systematisch toeneemt over de periode van de afgelopen 20 jaar, van een 20-tal nationaliteiten naar 26. Ja? En ja, dat is een duidelijk lichte groei, maar toch een redelijke groei. En we merken ook dat het aandeel van de belangrijkste 4 landen, het aantal renners uit die 4 landen, dat het aandeel daalt. Dat was in de eerste 10 jaren van deze eeuw, bedoel dat ongeveer 60%, nu is dat nog 40%. Dus meer en meer andere landen geraken, of renners uit die andere landen geraken in de top 100, wat een enige indicatie geeft van die internationalisering. Maar je kunt natuurlijk de vraag stellen, ja, wat zegt dat nu, hè, als je dat niet vergelijkt met andere sporten? Vandaar deze vergelijking in die tabel, die aangeeft dat wielersport tegenover andere sporten eigenlijk wel vrij internationaal samengesteld is. Ja? Tegenover tennis en biathlon is het iets minder. En daar hadden we in 2000 wat meer nationaliteiten en stel de top 4 had de top 4 een kleiner aandeel. Maar als je kijkt naar 2020, dan zie je dat wielrennen zich verbeterd heeft en van 21 landen naar 26 landen en van 58 naar 44 aandeel voor die grote 4. En dat ook die andere sporten zich verbeterd hebben, maar de sporten die slechter scoren dan wielrennen, om het zo te zeggen, qua internationalisering, zoals skiën en golf, hè, die verbeteren zich ook niet, dus wielrennen blijft daarin een redelijk stabiele positie houden. Het is niet de meest internationale sport, maar het gaat zeker ook niet slecht. Derde punt, teambudgetten. Een van de elementen die we vaak horen, is dat er te veel ongelijkheid komt in het wielrennen door die grote budgetten, waar onder andere Sky, Ineos mee afkomt enzovoort. Nu, als we dat in een beter perspectief plaatsen, dan kunnen we het volgende vaststellen. Teams geven geen informatie vrij of weinig informatie vrij over hun budgetten, dus die zijn moeilijk te vinden. Maar een aantal teams, daarvan hebben we perfecte informatie, want die gewoon hun budgetten moeten publiceren in jaarrekeningen. En ik heb er hier 2 van, en Team Sky, Ineos enerzijds en AG2R, La Mondiale anderzijds. En als we dan de evolutie vergelijken over de laatste 10 jaar van die budgetten, dan merken we eigenlijk dat die voor beide teams ongeveer op dezelfde mate stijgen aan rato van ongeveer 10% per jaar. En soms gebeurt dat meer in schokken, soms gebeurt dat meer lineair. Maar grosso modo is dat 10% per jaar. Ik schrik daar niet van, want in een boek waar Wim daar juist naar verwezen had, had ik al dezelfde studie gemaakt voor de Belgische teams aan Lotto en de ploegen van Lefevre over een langere periode van 30 jaar. En daar bleek ook dat die teams hun budgetten en de schattingen daarvan van hun budgetten ook eigenlijk steeg jaar na jaar aan een rato van ongeveer 10%. Dus dat betekent dat je eigenlijk als sponsor of als ploeg elk jaar 10% meer budget moet proberen te vinden om mee te draaien. Is dat een probleem dat die budgetten stijgen of dat er ongelijkheid is? Wel, misschien wel. Is er link met resultaten? Ja, uiteraard. Hoe rijker je bent, hoe beter je kunt aantrekken. Maar het wielrennen is daar toch wel wat anders in dan in bijvoorbeeld voetbal of andere sporten. Team Ineos, de rijkste ploeg, heeft van de laatste 5 grote rondes maar 1 grote ronde gewonnen, hè? Team Ineos heeft nog geen enkel monument gewonnen. Hè? Ze zijn al 10 jaar de rijkste ploeg, maar ze hebben nog geen enkel monument gewonnen. Dus ja en nee, hè? Blijft natuurlijk een belangrijke ploeg. Ze halen veel succes, maar je ziet ook op die figuur wordt ook aangegeven hoeveel overwinningen ze elk jaar halen. Dat is ook zeer schommelend. Dus in het wielrennen kan je niet zomaar alles kopen. Bovendien, het grote voordeel van het wielrennen is dat er heel wat meer te verdienen valt dan bijvoorbeeld in het voetbal, waar je alleen de Champions League kunt winnen of een andere internationale titel en dan nog hopelijk de landstitel. Maar voor de rest, ja, is er niet zoveel te winnen. In het wielrennen, zelfs in de grote ronde, kan je verschillende prijzen winnen. En dus teams met kleinere budgetten, zoals Wanty en zoals Alpecin, die hebben schitterende grote rondes gereden dit jaar. Met Wanty die trui droeg in Spanje. Alpecin die verschillende ritten wonnen in elk van de grote rondes. Dus je bent niet bij voorbaat op alle fronten verloren. Er wordt vaak gesproken over budget caps. Ik ga daar niet te diep op in, want ik heb daar helaas de tijd niet voor. Maar daar wordt veel zin en vooral ook veel onzin rond verkocht. Ik zou graag verwijzen aan mensen die daarin geïnteresseerd zijn naar een artikel dat vorige week verschenen is in Vele Nieuws, dat heel duidelijk oplijst wat de problemen daarmee zijn. En we mogen niet vergeten dat die budgetten voornamelijk dienen om renners te betalen. 50-60% gaan naar renners en nog 10-20% naar personeel.
Dus laten we zeggen, 70-80% gaat naar verloning. Dus dat betekent wel dat we die mensen elk jaar zoveel meer betalen. Ja? Dus als je begint werken aan salary cap, betekent dat ergens ook dat je gaat zeggen van ja, gaan we die rendeslonen beginnen beknotten. Ja? En dan gaat je misschien ook sponsors afschrikken. Maar bon, ik ga daar niet meer over zeggen dan dit hier. Vierde punt, een van de belangrijkste punten en een van de punten die ook meest raakt met mijn onderzoek, gaat over de zichtbaarheid van de sport. Ik vind het heel belangrijk en ik probeer daar ook systematisch in mijn... ik ben nogal actief op Twitter om daar ook naar te verwijzen. Bewaak die zichtbaarheid in die sport, van die sport. Deze slide gaat over België. Over Vlaanderen. En in Vlaanderen is wielersport populair. En wat je ziet is, als je kijkt in de eerste figuur daar, die blauwe lijn heeft het aantal kijkers weer. Gemiddeld aantal kijkers over het jaar voor de wielerwedstrijden op de Vlaamse televisie. En daar zie je nog altijd een stijgende lijn. Dus het aantal kijkers neemt nog altijd toe in Vlaanderen. Bovendien hebben we een marktaandeel van 50%. Dat betekent dat als de tv aanstaat tijdens de wielerwedstrijd, dat de helft van de mensen die de tv aanstaan hebben, naar koers aan het kijken zijn. Dat komt nergens ter wereld voor, hè, mensen. In grote landen, wielerlanden, als Spanje, Italië, Frankrijk, zit men aan 10-15% in het beste geval. Ja? Dus dat zijn formidabele cijfers die wij hier registreren. En dat vertekent helaas ook vaak ons beeld en het beeld van sommige stakeholders in de sport. De verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke kijkers is zich wat aan het balanceren van 70-30 naar 60-40. Ja? En dat blijft nu zo wat stabiel. En de leeftijdsverdeling, ja, daar zie je ook, dat is geen verrassing natuurlijk. Elk jaar wordt het publiek dat kijkt naar het wielrennen wat ouder. Raad over ongeveer 4-5 maanden per jaar. Dus we zitten nu aan een gemiddelde van 61 als gemiddelde leeftijd voor de kijker naar wielerwedstrijden op de VRT. Belangrijk in dat verhaal is die afweging tussen money en reach. Ja? Wielerorganisatoren hebben geld nodig om een wedstrijd te organiseren en willen natuurlijk geld krijgen voor die wedstrijden. Sponsors van wielerteams willen natuurlijk zichtbaarheid creëren en willen met veel kijkers kijken. Het probleem is dat men soms lucratieve deals kan afsluiten met mediabedrijven zoals Discovery, wat veel geld opbrengt, maar die de bereikbaarheid verhindert. Ik geef daar twee concrete voorbeelden van. 2017 ACS, organisatoren van de Ronde van Italië, Milan Sanremo enzovoort, sluit een deal af met Discovery tot 2021, nu verlengd tot 2025, waarbij alle Italiaanse koersen dus via Discovery of via Eurosport gaan. Dat betekende voor de Giro een daling in hun kijkcijfers wereldwijd van 6 à 8 miljoen kijkers per etappe voorheen, dan nu nog 2 à 3 miljoen. Grotendeels, bij die 2 à 3 miljoen, 1,5 miljoen Italianen. Hè. Dus buiten Italië kijken er nog dikke miljoen mensen naar de Giro. Milan Sanremo op de Franse televisie dit jaar enkel nog op Eurosport Player uitgezonden. Een van de monumenten in de wielersport. Eurosport had in Frankrijk had men geen kanaal vrij om het uit te zenden, dus mensen moesten het volgen via Eurosport Player. 20.000 kijkers het jaar ervoor op La Chaîne L'Équipe, is een Frans sportkanaal, maar een openbaar sportkanaal. Meer dan 1 miljoen kijkers, dus een daling van 98%. Dit zijn de risico's die men loopt als men op die manier gaat te veel mikken op die... Ja, op die andere kanalen. Hè. En soms zegt men dan tegen mij, ja, maar vergeet niet te kijken naar al die mensen die via het internet kijken, mensen die via online kanalen, online platforms kijken. Ja, die zijn er, maar overschat die voorlopig nog niet. Zeker niet voor livesport. Hè. Voor andere programma's soms wel, hè, maar voor livesport. Nee, Nederland, deze zomer, Ronde van Frankrijk, 1% heeft gekeken via online platforms, 99% lineair. Franse kijkers voor Parijs-Nice dit jaar. 96% ongeveer heeft lineair gekeken, 2% ongeveer via de online platforms van France Télévision en dan nog een dik procent, of ook bijna 2% via de Eurosport Player. Daarover spreken we dus, over dat soort van aantallen. Dus bewaak die zichtbaarheid is een belangrijk punt. Goed, voorlaatste etappe. Verhoogde spankracht en de belevingswaarde. Ik weet niet wie van jullie hier de Collins Cup kent of gezien heeft, of de 100 kent of gezien heeft. Jullie zijn waarschijnlijk niet allemaal zo'n intensieve sportkijkers zoals ik, maar dit zijn twee grote events die deze zomer hebben plaatsgevonden voor de eerste keer, die heel innovatief waren. Collins Cup is triathlon. Nieuw format van triathlon. Hansen namiddag op Eurosport, 2 of 3 weken geleden. Europa tegen Amerika, tegen de rest van de wereld. Mannen en vrouwen door elkaar, punten scoren. Hansen namiddag activiteit. Heel mooi format.
De 100 is een nieuwe manier van cricket. Deze zomer in Groot-Brittannië, op de BBC. Elke dag, niet elke dag, maar 20 dagen. Als format zo opgesteld dat met één ticket koop je een mannen- en een vrouwenwedstrijd. Voor hetzelfde ticket. Met allerlei randactiviteiten voor het ganse gezin. De ganse namiddag. Plezier voor iedereen. Er zijn nieuwe manieren om sport te benaderen. Hè? En belangrijk daarbij is die totale gendergelijkheid. Want ook de Collins Cup mannen en vrouwen samen. Die 100 mannenwedstrijd, vrouwenwedstrijd tegelijkertijd. Of bij elkaar, maar voor hetzelfde ticket in hetzelfde stadion. Andere kenmerken, ze zijn digitaal heel sterk uitgebouwd. Ga naar die website, je gaat het zien. Fantastisch veel informatie en real-time informatie tijdens de wedstrijden. Die onderste foto is van de Olympische Spelen. Ik heb dat helaas niet gezien, denk ik, op de Vlaamse televisie, maar ik heb het wel gezien op de Nederlandse televisie. Het ploegenwedstrijd in het judo voor de eerste keer. Vond ik ook fantastisch. Het was heerlijk om te zien hoe dat die drie mannen en die drie vrouwen verschillende wedstrijden spelen en dan via punten ook de winnaar aanduiden. In meer en meer sporten vind je die gemixte disciplines. We hebben nu ook in het wielrennen, deze namiddag nog, hadden we een mixed relay op het Europees kampioenschap. Maar er wordt toch nog een klein beetje meer waarde naar gekeken, denk ik. Nochtans is dat denk ik de toekomst. Alle grote sporten investeren nu in die mixed disciplines. En je merkt dat dat echt ook veel meer internationaal waardering krijgt. Laatste puntje, ik sluit af, heel kort nog. Ik ga daar niet diep op in, maar een van de punten waar Wim en ik ook al vaak op gehamerd hebben, is rond veiligheid. Hè. We zijn blij van NHL vast te stellen dat er daar positieve tendensen zijn. Hè. Het bad weather protocol, concussion protocol van dit jaar. Hans, die veranderingen met die bouwplan nu in de finales en op de kritieke punten zijn echt wel heel stevige innovaties waar we heel blij mee zijn. Maar de wielersport blijft toch worstelen met dat gevaar en met die valpartijen. En ook de discussie altijd voor wie is verantwoordelijk. Zijn de renners die te gevaarlijk rijden, de organisatoren die hun parcours niet veilig genoeg maken? Is de UCI die te weinig reglementering heeft? Het blijft een heel moeilijk punt. Er staan een aantal oplossingen. Ik heb niet de tijd om daarop in te gaan, maar je kan ze lezen. Een kaartensysteem invoeren. Duidelijke protocollen bij valpartijen enzovoort. Er zijn mogelijkheden genoeg. Dus dat zijn enkele voorzetten. Maar ik ga het hierbij laten. En gegeven de tijd die we hebben, ik geef het woord terug aan Wim. Dank u, Daan, voor de toelichting. Ik kom bij het laatste leuk, maar wat ons eigenlijk samenbrengt vandaag. Dus... Het WK wielrennen komt eraan. En hoe moeten we nu omgaan? Of hoe wordt er academisch met impactmeting omgegaan? Ik maak een brugje via mijn recent boek Koerszaken, waar ik eigenlijk de grote thema's in het wielrennen belicht. Ook zo het organisatorenverhaal. En bij organisatoren heb ik als subtitel organisatoren groeien of verzuipen. Ik durf er eigenlijk niet aan denken waar we als wielrennen in Vlaanderen gestaan zouden hebben als rond 2012 die schaalvergroting richting Flanders Classics, of wanneer Golazzo hun wieleractiviteiten ook verder verdiepte en meer vorm gaf. Dus schaalvergroting is superbelangrijk en dat om diverse redenen. Maar in wat volgt ga ik nu eens de bril opzetten van de overheid. En er is een format, wat is er van de wetenschap? En dat wordt uitgewerkt door Universiteit van Vlaanderen. Dat wil ik hier ook kort introduceren. Dat is een samenwerkingsverband tussen universiteiten, waar we in 5-6 minuten een antwoord proberen te geven op een complexe vraag. Wint een stad? We zetten nu enkel nog die bril op. Dus niet van de rechtenhouder, niet van het evenementenbureau of bureaus die organiseren, maar die van de stad. En ik denk dat dat ook de rode draad wordt in het steden- en beleidsdebat dat eraan komt. Nu, de montage die eraan komt, ging eigenlijk in maart 2020 gemonteerd worden. Maar ja, oeps, daar was plots de grote lockdown. Er waren geen evenementen meer. We zaten gefrustreerd thuis in de zetel. En toen kwam een update en toen konden we het WK wielrennen, multisport, ook meenemen. En de vraag is eigenlijk, en academisch is die heel belangrijk, ga je voor economische impactstudie of kostenbatenanalyse? En begin deze zomer, Stefan Kezin is helaas gestorven in Frankrijk, sporteconoom, en hij is eigenlijk meegrondlegger van die discussie. En Marijke Tax, die vanuit KU Leuven naar Canada getrokken is, is blijven werken ook op die discussie. En ik zou nu de montage Universiteit van Vlaanderen, die 6 minuten, aan jullie willen presenteren. En dan ga ik verdiepen richting WK wielrennen. Het EK voetbal, de Olympische Spelen of het WK wielrennen. Om een groot sportevenement te organiseren,
betalen steden of regio's heel veel geld. De organisatie van zo'n sportwedstrijd wordt als een goede investering gezien, want het geeft een impuls aan de lokale economie. Maar is dat wel zo? Is de organisatie van een sportwedstrijd rendabel? Wat zegt de wetenschap? Wel, om te berekenen of een sportevenement een stad of regio geld opbrengt, laten die zogenaamde economische impactstudies uitvoeren. Daarin wordt berekend wat een stad of regio allemaal extra moet betalen door het evenement en wat het de overheid en haar handelaars extra opbrengt. In die eerste categorie, de uitgaven, hoort bijvoorbeeld het betalen van de rechten aan de organisator. Denk aan het Olympisch Comité of de Europese Voetbalbond. Daarnaast moet men accommodatie en beveiliging voorzien. Inkomsten komen door uitgaven die bezoekers doen, jobs die gecreëerd worden en extra belastinginkomsten. Natuurlijk in normale omstandigheden, dus zonder coronaregels en met publiek. Bij de Olympische Spelen van 2016 bijvoorbeeld kwamen er honderdduizenden mensen extra naar Rio die er een hotel boekten of op restaurant gingen. Zo'n impactstudie kan zowel voor als na het evenement en op verschillende manieren worden berekend. Maar wat uit bijna al die studies blijkt, is dat een sportevenement organiseren geld opbrengt. Voornamelijk voor de lokale economie en horeca. Maar de coronacrisis heeft er nu toch voor gezorgd dat er veel dure evenementen zijn georganiseerd zonder publiek. Dan valt er toch weinig winst te halen? Ja, wanneer sportwedstrijden zonder publiek moeten georganiseerd worden, vallen die lokale voordelen weg. Maar daarnaast is het gewoon sowieso heel moeilijk om juiste bedragen op die verschillende aspecten te plakken. En er zijn ook negatieve effecten. Cultuurtoeristen kunnen hun bezoek aan de stad afzeggen omdat ze geen luidruchtige voetbalfans willen zien. Of de elektrozaak en het fitnesscentrum moeten die dag sluiten omdat er niemand tot aan de deur raakt. Iemand kan ook toevallig in de stad van de sportwedstrijd zijn en geld uitgeven. Of je was van plan om een weekendje Antwerpen te boeken, maar je beslist dan om Antwerpen tijdens het weekend van de ronde te bezoeken. Misschien wordt het bezoek van die sportfan dan bij de extra inkomsten gerekend, terwijl hij of zij dat geld er toch ging spenderen. Je ziet het, niet zo simpel om de economische impact in geld uit te drukken. Het geld dat een stad in zo'n evenement investeert, kan ook niet meer naar iets anders gaan. Als een stad miljoenen betaalt om het EK voetbal te organiseren, kan dat sportbudget niet meer naar fietspaden, speelpleinen of zwembaden gaan. Want niet alle extra geld vloeit terug naar de stad of de regio. De inkomsten gaan vaak naar niet-lokale bedrijven en evenementenbureaus. En de dure rechten om te mogen organiseren gaan naar de buitenlandse organisatie. Bijvoorbeeld de Internationale Wielerunie bij een WK wielrennen of de Europese Voetbalbond bij een EK voetbal. Als econoom mag ik ook zeggen dat je niet alles zomaar kan omzetten in cijfers. De economische impactstudies zijn maar één deel van het verhaal. Er wordt daarbij geen rekening gehouden met de sociale en ecologische effecten. En die zijn ook belangrijk. Dat kan wel bij een immateriële kosten-batenanalyse. Over welke immateriële kosten en baten spreken we dan? Alles wat we niet in geld kunnen omzetten. Bijvoorbeeld meer files, verkeershinder, vandalisme en geluidsoverlast. Of de aanwezigheid van politie die intussen niet kan worden ingezet op een ander terrein. Dat zijn immateriële kosten. Maar er zijn ook immateriële baten. Wielrennen is razend populair in Vlaanderen, maar het is intussen een twintigtal jaar geleden dat het wereldkampioenschap nog in de bakermat van het wielrennen georganiseerd werd. Dit Vlaamse sportevenement, heel mooi gespreid over de steden Knokke-Heist, Brugge, Antwerpen en Leuven, brengt ook mensen samen en maakt hen bijvoorbeeld fier en gelukkig. Ook kan de internationale uitstraling van een regio erdoor verbeteren. Bij de start van de Tour de France in Brussel was de hoofdstad plots niet meer het terroristenhol, maar een bruisende historische stad. Op zich is zo'n evenement goede city marketing. Al zijn die baten moeilijk te meten en vaak slechts kortstondig. De feel-good gevoelens van de sportfans blijken vooral te pieken tijdens het sportevenement zelf. De uitdaging is om de baten te verduurzamen.
En dat kan als je hier als stad vooraf goed over nadenkt. In 2015 startte de Tour de France in Utrecht. Zij zijn erin geslaagd om inwoners die niet vaak fietsten via een breder Tour de Force-project in beweging te krijgen. Brussel daarentegen had geen plan op lange termijn en gooide enkele dagen voor de tourstart de putten in de autoweg rap dicht met asfalt. Brussel had beter de jaren voor de tourstart in veilige fietspaden kunnen investeren. Daar zouden de Brusselaars nog jarenlang plezier aan gehad hebben. Hetzelfde geldt voor heel veel Olympische stadia die vaak achteraf staan te vervallen. Het WK wegwielrennen in Vlaanderen had ook de intentie veel verder dan de wedstrijden op zich te gaan. Al heeft de coronapandemie de broodnodige aanloop deels verpest. Toch kan het WK in Vlaanderen nog een succes zijn als het later voor een versnelling zorgt op het vlak van fietsinfrastructuur en de regio internationaal toeristisch op de kaart zet. Dus, of een sportwedstrijd organiseren geld opbrengt, dat is, zelfs voor economen, niet altijd duidelijk. Daarvoor zou nog meer en niet enkel economisch onderzoek moeten worden gedaan. Maar kortstondig kan het alvast de inwoners en bezoekers verbinden en het imago van de stad verbeteren. En als de sportwedstrijd met innovatieve en duurzame investeringen versterkt wordt, wegen de voordelen nog jaren door. Dat zegt de wetenschap. Misschien dit nog even debrieven. Hè. Dus de bedoeling is eigenlijk om het wat tijdloos vast te houden, dat we zeggen, oké, binnen een paar jaar is dat nog altijd lesmateriaal, economische impact versus kosten-baten. Vandaar dat we al, voelde wat vreemd aan, al een beetje in verleden tijd, soms over WK wielrennen, terwijl het komt er nog aan. Maar wat wel belangrijk is nu, van het pakket dat gekocht is, eigenlijk dat merk WK wielrennen. Puur marketingtechnisch is dat merk door een sterke professionaliseringstraject gegaan. Hè. Dat is nu een volledige week geworden. Dat tijdrijden staat op zondag. De aandacht voor jeugdwielrennen is net als voor vrouwenwielrennen sterk gestegen over die periode van 10 jaar. En hier heeft men vooral ook, denk ik, lessen getrokken uit een Ponferrada of Bergen. Dus een aantal steden die het alleen organiseerden moeilijk. Maar hier heb je eigenlijk een Vlaamse motor, een Vlaams vliegwiel en 4 steden. Wat ook in termen van kosten-baten, naar maximaliseren baten en beperken kosten, veel mogelijkheden biedt. En wat belangrijk is, van de WK's Innsbruck Yorkshire heeft de UCI samen met Ernst & Young impactstudie gedaan. Ook weer bij elke impactstudie heb je de oei's en maars, ga ik niet op in. Maar wat wel belangrijk is, is die directe economische impact die eraan komt. En dan heb je die additionele bezoekers die verwacht worden. Misschien de verre bezoekers gaat daar nog een stuk coronaproblematiek tussen zitten. Hopelijk niet, maar gaan we onmiddellijk ook horen in het stedendebat hoe het daarmee zit, met die extra unieke bezoekers. Bij Innsbruck en Yorkshire werden die telkens op ongeveer 200.000 op weekbasis unieke bezoekers geraamd. Je hebt dan ook de buitenlandse en niet-lokale media. En dan ook wel landenteams en organisatie. En er is natuurlijk ook een archieffunctie en mediawaarde van een evenement waar steden vanuit country marketing op een andere manier op de kaart gezet worden. Natuurlijk onderzoek naar die indirecte externe effecten, maar in alle gevallen is hier het potentieel van een vliegwiel. Van eigenlijk een versterking richting duurzaam toerisme en een vliegwielfietsbeleid. En natuurlijk, als je een omelet bakt, moet je ook eieren breken af en toe, maar een groot evenement heeft ook dat katalysatoreffect. Dus die hefboom voor innovatief en duurzaam fietsbeleid. Er is een heel interessante inventarisatie op vraag van Sport Vlaanderen gebeurd in mei 2020 door Idea Consult met superveel ideeën en aanpak. En sowieso, ja, als de scholen dicht zijn, kan je moeilijk 272 scholen met elkaar verbinden om een aanlooptraject te doen. Hè. Dus het voortraject is stevig verpest geweest door corona. Maar eigenlijk is hier ook een stuk boodschap naar termijnhorizon toe en die Vlaamsbrede inbedding. Met dan toch een beetje Utrecht Grand Départ 2015 Tour de France als best practice. Een nieuwe etappe in hun Tour de Force gaan ze nu eind 2021 afronden. En dan komt er weer een verlengtraject op hun Tour de Force. Dus richting dat functioneel en recreatief fietsen. Dus dat daar toch een belangrijk stuk vliegwiel in zit. Voilà, samengevat.
work in progress. Ik denk dat we pas binnen 5 of 8 jaar echt rekening kunnen maken van het WK. Wat mij betreft, zeer goed dat het WK eraan komt. En wat geeft dat nu? En hoe ziet die markt eruit van sportief fietsen? Mijn collega Jeroen Scheerder van de sportfaculteit is sinds jaar en dag in die problematiek gespecialiseerd. Beschikt over unieke databestanden. En ik geef Jeroen onmiddellijk het woord om die vraag te beantwoorden. Alsjeblieft, Jeroen. En bedankt voor uw aandacht namens Dam en ik. Oké, goeie avond ook langs mijn kant. Bedankt Wim. Niet alleen voor het organiseren van deze avond. Niet alleen voor het feit dat we al honderden kilometers met elkaar hebben mogen rijden op een koersfiets of tijdritfiets. Maar vooral voor de inspanningen die je levert om wetenschappelijk onderzoek voor een ruim publiek kenbaar te maken. Onder andere uw initiatieven richting Universiteit van Vlaanderen. Ik heb de titel iets wat aangepast. U had mij gevraagd, Jeroen, die cijfers, breng ze zeker. Maar ik heb als volgt gekozen: sportief fietsen in Vlaanderen, troeven en uitdagingen in een sector in beweging. En ik zie mijn praatje een beetje opgebouwd in 3 trappen. Laten we even in fietstermen verder praten. De velosofie, ik weet niet of u dat neologisme kent. Het VFP, Vlaams fietsportpotentieel. U kan dat vergelijken met een soort bruto regionaal product of zo. En dan nog een korte uitloper, de SDG's, wat hier staat voor stad, duurzaamheid en groeimogelijkheden. Wat spelen met taal is altijd leuk als je voor een groep mag staan. Eerste stuk is een korte terugblik. Ik ben absoluut geen sporthistoricus, maar ik wil toch eventjes terugkijken in die tijd van waar komen. De velosofie, u ziet wel met welk woord dat een link kan hebben, is misschien wel de leer, u gaat dat niet in de Vandalen vinden, de leer die stelt dat een koersfiets of tout court een fiets gedachten laat bruisen, ideeën laat opborrelen en dat mensen dus al fietsend denken, nadenken. De koersfiets, de fiets als gedachteninstrument, als ideeëngenerator. Ik denk, Wim, dat we al heel veel ideeën gewisseld hebben dankzij de fiets. Maar ook het denken over fietsen en koersen. En misschien is wel de eerste bekende velosofist Stijn Streuvels. Gekend van de Vlasgaard, 1907 als ik me niet vergis. Maar ook Mijn Rijwiel, een boekje, een wat lyrisch boekje, geschreven in 1915, waarin hij een heel verhaal doet wat de uitdagingen zijn, de moeilijkheden om te leren fietsen. De man is geboren ergens eind 19e eeuw, een van de bekendere schrijvers in Vlaanderen. En misschien was hij wel de pionier van het wielertoerisme. Ik lees even een citaat voor dat ik terugvond op een ander boek. Daar laat ik zo dadelijk de cover van zien. In het Vlaanderen van eind 19e eeuw is Stijn Streuvels een van de allereerste fietsers. Dat nieuwe stukje spitstechnologie verbreedt letterlijk en figuurlijk zijn horizon. En ik pik dat citaat van bij Patrick Cornelie, die in 2018 een boekje uitbracht. Het is nog, als u zich rept, beschikbaar in een of andere slechtere boekhandel in het Leuvense. Ik mag niet te veel reclame maken. Met als titel De zeer schone uren van Stijn Streuvels, cyclotourist. Schitterend boek, u moet het gelezen hebben. Ruben, vanaf nu leesvoer voor op je nachtkastje, zou ik zeggen. Ik kijk ook even naar de cover. We gaan terug 120 jaar in de tijd. En jawel, die cover van Stijn Streuvels duikt terug op. Ik moet het eigenlijk in een omgekeerde volgorde vertellen. Knal dezelfde cover, Mijn Rijwiel van Stijn Streuvels, waar hij dus de perikelen die hij meemaakt om te kunnen fietsen allemaal beschrijft. Heel lyrisch, heel aandoenlijk. Ik laat nog 1 cover zien als we terugblikken in de tijd en die kent u natuurlijk. Zeker Ruben, een verre voorganger, de pionier van de sportjournalistiek en eigenlijk van de fietsjournalistiek, wielerjournalistiek, Karel van Wijnendaal, ook bekend als Carolus Steyaert, die zeker na de Tweede Wereldoorlog toch een enorme impuls gegeven heeft aan de Ronde. Ik heb het dan natuurlijk over de Ronde van Vlaanderen. Waarom haal ik dit nu allemaal aan? Omdat het eigenlijk heel goed weergeeft van waar wij komen en dat we in Vlaanderen, de titel zegt het zelf al, een zeer rijk wielerverleden hebben. En dat het misschien niet zo toevallig is dat dat WK hier eind deze maand in België, in Vlaanderen, zal plaatsvinden. Tweede luik, u ziet, we trappen vooruit, maar dit is wel het gewichtigste luik. Gevuld met heel wat cijfermateriaal, u weet Wim, ik kom mijn belofte na. Het Vlaams fietsportpotentieel.
of die afkorting nog verder zal blijven leven laten. Ik kan nu het VFP. Over fietssportgolven, over fietssportsegmenten, fietssportpersonas wordt dat tegenwoordig ook wel eens genoemd. Kortom, heel wat cijfermateriaal, maar hopelijk op een aangename manier gebracht. Want u zit al veel te lang stil. U zou dringend wat meer moeten gaan bewegen en fietsen. Maar dat kan u straks en morgen en daarna ook nog doen. Recent, en de Morgen pakte er deze week mee uit, samen met het laatste nieuws, hebben wij, het is het nummertje 100 geworden in onze reeks, vandaar een goudachtige kleur, ons materiaal naar buiten kunnen brengen van een halve eeuw sportparticipatieonderzoek aan de KU Leuven. Dat is niet op de eerste plaats mijn verdienste, maar wel van mijn academische peetvader, professor Roland Renson, die eind jaren 60 op dat lumineuze idee kwam om als sportkotter begot sportparticipatie in kaart te gaan brengen. En die sociologen, die antropologen, die economen, excuseer Wim en Daan, die vonden dat maar niets. En toch deed men dat aan het sportkot. Ik ben hen zeer dankbaar, want 5 decennia later, een halve eeuw later, 6 meetpunten later, kunnen wij nog altijd voortbouwen op die studie, een mooie vergelijking maken doorheen de tijd. Ik zie een aantal oud-studenten in de zaal en die hebben ongetwijfeld, ofwel van mijn voorgangers, ofwel van mezelf, daar al van mogen proeven. Ik ga dus wat putten uit dit werk om een aantal zaken te situeren. U bent eigenlijk een bevoorrecht publiek voor mij, maar ook omdat u als eerste deze curve te zien krijgt. Ik heb ze weliswaar vandaag al aan een internationaal publiek mogen laten zien, maar toch als Vlaams publiek bevoorrechte getuigen. U krijgt als eerste te zien onze 6 meetpunten en hoe die sportbeoefening in Vlaanderen geëvolueerd is. Ik heb al reacties gekregen, 78% scheerder. Dat kan niet. Oké, goed. Actief sportcontact, laat ons het zo noemen. Dat betekent dus nog altijd dat 22% van de bevolking in Vlaanderen absoluut niet met sport in contact komt gedurende de vrije tijd. Houdt u dat nog even vast. Meer dan een vijfde van de, en het gaat hier over de 18 tot 85-jarigen, in Vlaanderen komt absoluut niet in contact gedurende de vrije tijd met actieve sportbeoefening. Wat ook leuk is aan deze curve in het blauw, dat we daar een eerste golf zien, jaren 70, een beetje de sport voor alle, het sport voor alle decennium, waarin eigenlijk dankzij het Vlaamse sportbeleid toch heel wat mensen die sportprikkel te pakken krijgen. Misschien ook wel een stukje aha-erlevenis. Ah, als dat sport is, als ik ga fietsen bijvoorbeeld, of wat sportiever wandelen, dan zou ik eigenlijk bij die cijfers moeten zitten. Dat zal daar ongetwijfeld ook wel een stukje in gezeten hebben. Maar duidelijk, een eerste golf, jaren 70. En dan zien we een wat langer gerekte golf die eigenlijk begin eind jaren 80, maar tot op heden wat door blijft lopen. Tot vandaag dus 8 op de 10 mensen die aangeeft in Vlaanderen 18 tot 85 jaar aan sport te doen. Waarom laat ik dat zien? Omdat het nu leuk is om naar die fietssportparticipatie te gaan kijken die we daar onmiddellijk op kunnen projecteren. En die volgt wat dezelfde beweging. Ook een eerste golf, zeg maar, jaren 70. Ik kan de cijfers aflezen. En een tweede golf die ook weer, wonderwel, ergens eind jaren 80 begint. Ik ga niet te veel de socioloog uithangen vanavond, maar een eerste golf wordt getypeerd vaak door eerder een culturele revolutie. Jaren 60 en 80, veel kon, nieuwe ideeën die opborrelden enzovoort. En dat zien we ook geprojecteerd in de sport. Men ging ook op een andere manier bewegen, sporten en stilaan was de tijd daarvoor rijp. Een tweede golf is eerder een sociale revolutie. Nieuwe doelgroepen worden aangesproken. Ik zie mensen van Colazzo hier zitten, die weten ongetwijfeld dat stilaan ouderen, vrouwen, jeugdigeren en niet alleen dat middenpubliek van 20ers, 30ers, 40ers interessant kunnen zijn voor heel wat sportproducten, om nog niet te zeggen die grotere sportmassa-evenementen. Wie zou gedacht hebben dat 10, 15 jaar geleden, wie zou dat toen gedacht hebben, dat je met wandelen iets commercieel zou kunnen doen? Ooit werd er gewandeld met 1 stok, vandaag is dat met 2 stokken. En je kan dat commercieel uitbaden. Proficiat. Golazo. Maar daar is misschien toch wat iets ontgoochelends. Als je kijkt 2019, dat cijfer begint zo wat te dalen, dat is nog niet echt significant, dat is een stagnatie. U had ongetwijfeld toch wat beter verwacht voor fietssportparticipatie. Nu, fietssport omvat zowel het veldcrossen, ik zal daar maar even mee beginnen, het mountainbiken, recreatief fietsen, het wielrennen, het wielertoerisme zit daar allemaal onder. Ja. Het is misschien leuker en beter om eens in detail te gaan kijken wat er gebeurt als we op 1 specifiek segment gaan kijken, met name wielertoerisme. En dat blijft wat sluimeren tot 2009 en dan gedurende het laatste decennium neemt dat een onwaarschijnlijke sprong voorwaarts. Naar 15-16% vandaag de dag. Ja? U moet die percentages lezen in functie van de 18 tot 85-jarigen. Dus dat wielertoerisme zit echt wel in de lift hier in Vlaanderen. We kunnen dit dus empirisch duiden. Het zijn een beetje, ik heb de foto er bewust mee opgenomen, we noemen ze wel eens de mammals en tegenwoordig ook de mammals. Dus de middle-aged
Men and women in lycra. Hè? Leuke pakjes die we toch allemaal strak kunnen aantrekken in al te felle kleuren. Die je onmogelijk en nooit zou aantrekken als je gewoon naar je werk gaat. Maar op de fiets kan dat wel. Schitterend qua subcultuur. Wel, daarover gaat het. Die mensen, die mannen, die vrouwen en steeds meer ook jongeren en ouderen die zich op de fiets wagen op die manier. We zien een beetje een switch liever van fietsrecreatie naar wielertoerisme. Om wat meer kleur te geven, ik ga dit natuurlijk in detail niet overlopen, dit is didactisch totaal onverantwoord om zoiets te projecteren, maar dan werken we toch wat met kleurtjes. En u ziet hoe dat sportief fietsen geëvolueerd is, van toch wel een topper, hè, in jaren 70, 80, 90, ziet u dat dat toch wel ineens daalt naar een zesde plek, als ik 1, 2, 3, 4, vijfde plek nog het sportief fietsen. Dat daalt dus wat in. Ten voordele van het wielertoerisme, zoals daarnet al aangegeven, dat een duidelijke sprong voorwaarts maakt. En kijk ook wat er met het wielrennen gebeurt. Kijk niet te veel naar de cijfers zelf, maar wel de positie hier. Dat wielrennen duikt mee op in een top 15. Ja? Dus toch drie sporten, varianten, fietssportvarianten, die in die top 15 bij volwassenen bovendien, we kijken hier even niet naar jongeren, maar bij volwassenen, heel duidelijk opduiken. En u heeft ongetwijfeld al gemerkt dat daar ook nog andere varianten van fietsen opduiken. Kijk bijvoorbeeld mountainbike, ook het spinning in een fitnesscentrum in 2009. Tegenwoordig wordt dat wellicht volwaardig meegerekend bij fitness. Nog opmerkelijk hier, we krijgen een steeds grotere doortrekken van individualisering van sportbeoefening. Waar tennis en voetbal nog lange tijd mee in die top 5 zaten, zien we dat dat nu volledig buiten die top 5 gebonjourd is. Ja. En ook het wielertoerisme draagt daartoe bij. Een stukje individualisering betekent niet dat we allemaal sportsolisten of sportegoïsten zijn geworden, maar wel dat we graag op een zelfgekozen moment, in een eigen gekozen setting, bepalen met wie, waarom en hoe we aan sport doen, in dit geval fietssport. Specifiek voor de mannen ziet u een vergelijkbaar patroon. Wielertoerisme neemt duidelijk toe. Maar ook het sportief fietsen kent toch wel een ontwikkeling die eerder verrassend is. Ja, als je ziet welke inspanningen bijvoorbeeld een provincie Limburg doet of West-Vlaanderen, de fietsprovincies vaak toch bij uitstek, dan is dat eerder verrassend. We gaan dus meer en meer naar die mewel- en memmelcultuur, zou je kunnen zeggen, in al die lycra-pakjes toch over die straten hossen. Of bij de vrouwen, dan kijk je, zie je toch wel dat dat geel en dat groen voor de eerste keer volwaardig opduikt in die top 10 in 2019. En bovendien dat ook bij vrouwen het wielertoerisme ondertussen populairder is dan het sportief fietsen. Altijd leuker om daar ook eens exacte getallen op te kunnen plakken. De Vlaamse bevolking telt ongeveer 6,7 miljoen mensen. Het aantal Vlamingen van 18 tot en met 85 jaar zit op 5,2 miljoen. En dan kan u verder mee aflezen. Het aantal mensen van 18 tot 85 jaar dat actief aan sport doet, zit op 4 miljoen. Aantal mensen die de afgelopen 12 maanden aan fietssport gedaan hebben, 1,3 miljoen. En dan nemen we daar dat wielertoerisme uit, omdat het de populairste variant is, zit op 635.000. Ter vergelijking even cijfers van sportfederaties in Vlaanderen. Zit een aantal mensen van Sport Vlaanderen in de zaal, die gaan die cijfers nog beter kennen dan ik. Ongeveer, want dit zijn nog cijfers van 2016, maar goed, even om een indicatie te geven, 112.000 fietssporters bij de Unisportfederaties, dan spreken we over Cycling Vlaanderen en over de Vlaamse Wielerbond, en nog 52.000 gelicentieerden, zeg maar, bij multisportfederaties, denk aan Sporta, Okrasport enzovoort. In totaal dus een 165.000 fietssporters, omgezet naar een percentage, 12,4%. Een absolute minderheid, zou je kunnen zeggen. Het merendeel van de mensen heeft dus niet die clubgeorganiseerde setting nodig om die fietssport te beoefenen. Kijk toch even naar dit plaatje hier links onderaan. We kunnen dat ook netjes weergeven. Hoe zit het met dat aandeel van clublidmaatschap? Dat neemt dan toch wel toe, gevoelig toe, tussen 2004 en 2009. Van een 6-7% gaat dat richting 12%. Maar sindsdien is dat toch wel wat gestagneerd. Fietssportsegmenten, we hebben ze daar juist al kort even overlopen. Wielrennen, mountainbike, recreatief fietsen, het wielertoerisme. Kijk welk aandeel dat wielertoerisme hier heeft. Als we dat meteen eens plaatsen doorheen de tijd, en we gaan ze ineens allemaal projecteren, die 5 meetpunten die we nu hebben, dat was net iets te snel. De 5 meetpunten, kijk wat er gebeurt. Een aandeel van 3/4 voor recreatief fietsen in de jaren 70, eind jaren 70, eind jaren 80, eind jaren 90. Kijk wat er gebeurt in 2009 en dan zeker 2019 in het oranje. Nog maar een aandeel van 43%. Daarvoor was dat dus een dikke 3/4 voor dat recreatief fietsen. Het blauwe neemt hier toe en je ziet, we komen dus uit op net niet minder dan 50%. Een aandeel van net niet meer dan 46% voor het wielertoerisme. Als je ziet van waar dat komt, is dat toch wel een geweldige evolutie. Mountainbike en het wielrennen komen een beetje piepen met aandelen van 6%.
vervolg van onze studies. Ik heb u daarnet laten zien wat eigenlijk eerder gebaseerd is op grootschalig sportparticipatieonderzoek aan de KU Leuven. Maar we hebben ook specifieke fietssportstudies. We zijn daarmee begonnen in 2009, voor de eerste keer gerapporteerd in 2011. Collega Wim Blaga, maar ook collega Philippe Boen hebben daaraan meegewerkt. Dat was een groen boekje, zullen we maar zeggen. Toen nog leuge kleur, groen. Daar zijn heel wat resultaten uit voortgekomen. Intussen, deze week, vorige week moet ik eigenlijk zeggen, het Nieuwsblad heeft dat naar buiten gebracht. Samen met Gilbert van Fraaienhoven van Next Gen Sports hebben we daar toch wel een leuke marktstudie kunnen doen. Eigenlijk het vervolgverhaal van onze Leuvense fietssportstudie. En krijgen we de mogelijkheid om heel wat profielen in kaart te brengen. Heel wat cijfers. U kan die studie vanaf deze week downloaden. Mocht u dat interesseren, dat bieden wij gratis aan. Laten we eens een aantal zaken daaruit nemen. Als we kijken naar die fietssportsegmenten, een aantal klassieke achtergrondkenmerken, ja, dan ziet u toch nog wel wanneer we meer van recreatie fietsen, overwielertoerisme, naar de fietsrenner liever gaan, dat aandeel van vrouwen duidelijk afneemt. 32%, 11%, 8%. Of als we naar leeftijd kijken, zie je helemaal wat daar helemaal rechts liever gebeurt in het oranje, een aandeel van 62% voor de 18 tot 39-jarigen bij de licentierenners. Ja. Terwijl het aandeel toch gevoelig lager ligt, 32% ziet u staan, 28%, wat toch wel wat meer strookt met de demografische aanwezigheid. Ja, dat geeft ook wel ergens te kennen. En hier heb je hem dan, waar we toch wel een beetje fier op zijn, de statuspyramide van de sport, de sociale statuspyramide van de sport. Die is deze nacht aangemaakt door Thomas Ameijen, de waarnemend directeur van het Wielermuseum in Roeselare, maar ex-collega bij ons in de onderzoeksgroep. En die maakt dergelijke leuke tekeningen op basis van ons empirisch materiaal. Deze nacht aangemaakt. Ik had het om 6 uur, zodanig dat ik het nog om 8 uur kon presenteren in Spanje, virtueel weliswaar, deze morgen. Maar u bent het tweede publiek waaraan we het laten zien. U mag gerust een foto nemen, maar verspreid het nog niet, want hier staan rechten op, alsjeblieft. En dat meen ik, want wij willen dit ook nog gepubliceerd krijgen. Een piramide, dat mag u als volgt lezen. Verschillende sporttakken die uitgedrukt worden of weergegeven worden naar de beroepsstatus. Bovenaan de zogenaamde upper class sports, onderaan ziet u de lower of labor sports weerspiegeld. Ik overloop meteen waarvoor u naar hier gekomen bent. Alles wat met fietssport te maken heeft. En dan ziet u dat daar toch wel een aantal varianten opduiken. In het groen, onze recreatieve fietser. Waarom krijgt dat ook een blauwe kleur? Omdat dat de meest gedemocratiseerde sporten zijn. Ja. Het recreatief sporten, fietsen liever, slaagt erin om eigenlijk in dezelfde mate mensen uit diverse sociale geledingen in de samenleving te bereiken. Chapeau. En dat is al decennia lang zo. Ongetwijfeld zit daar het publieke beleid vanuit Vlaanderen voor iets tussen. De faciliteiten, de subsidies. Onze wielrenner in het geel, hier weergegeven, die heeft een sociale promotie gemaakt. U zal dat zo dadelijk zien als ik twee piramides naast elkaar plaats. Dat zou je kunnen plaatsen bij de middenklassers. Ja, het wielertoerisme is een typische middenklasse bezigheid. Onze wielrenner, de would-be van aard, zeg maar, dat blijft een sociale lagere statussport. Ook het mountainbike hebben we nog. En dan helemaal bovenaan, eigenlijk een elitesport zou je kunnen zeggen, een fietsvariant, namelijk het spinnen, wat we in de winter wel eens doen om onze conditie op peil te houden, kan dus omschreven worden als een upper-class variant van het fietsen. Alle piramides even op een rijtje. Dit ga ik niet in detail overlopen, maar dan weet je dat. Wel even deze twee naast elkaar plaatsen, eind jaren 70. Toch een belangrijke periode voor het sport voor en door alle beleid in Vlaanderen. Aan de linkerkant, rechts ziet u het meest recente plaatje. U zal zeggen 2019 scheerder, dat is toch al een tijdje geleden. Goed, we doen dit onderzoek op eigen kracht, zodanig dat we dat toch wat kunnen vergelijken met meetpunten vanuit het verleden. Dat vraagt wat verwerkingstijd. Eigenlijk moet u dit anders interpreteren. Ik had mij voorgenomen het woord corona niet uit te spreken. Ik zal het ook nog maar 1 of 2 keer doen. Maar dit is een soort van finishfoto getrokken net voor de coronacrisis. Dat kan wel eens een belangrijk meetpunt worden als referentiewaarde. In die zin. We zijn ondertussen volop bezig met collega's van de VUB. Ik zie Inge daar zitten. En Gent met toekomstig onderzoek voor te bereiden. Ook samen met de Vlaamse overheid, Sport Vlaanderen. En dan gaan we hopelijk ook in kaart kunnen brengen wat corona met zich heeft meegebracht. En nu ga ik dat woord niet meer uitspreken. Kijk wat er gebeurd is. Recreatief fietsen is een gedemocratiseerde fietsvariant. Dat blijft het ook. Over die 40 jaar is het hier heen. Het wielertoerisme heeft een duidelijke sociale opwaartse beweging gemaakt, dus sociale promotie ondergaan, zeg maar, van een lage statussport naar een middenklasse sport, terwijl het wielrennen, en dat zijn dan de licentiehouders, zeg maar, eerder onderaan die piramide bengelen, als ik het zo oneerbiedig mag uitdrukken.
En dan krijgen we, we gaan verder diepe graven, dat doen onderzoekers graag natuurlijk, naar subsegmenten en vervolgens naar persona's. Ik zou dat hier in geuren en kleuren kunnen uitleggen. Ik ben mij stil aan het opwarmen voor een nieuw academiejaar, maar ik ga u dat besparen. Dat zijn 8 subsegmenten. U moet zich daar maar eens in verdiepen. Ik verloop ze kort voor een aantal parameters. U moet eens mee in het oog houden. Het is jammer dat ik hier geen pointer aan vast heb, maar blijkbaar kunnen de mensen thuis het dan niet zo goed volgen. Maar u moet eens meekijken naar de afstanden die afgelegd worden in de zomer, gemiddeld per week. Die kilometers die daar vermeld worden en het bedrag dat uitgegeven wordt. Hou die 2 parameters eens even mee in het oog. Voor de occasionele recreant zit dat dus op een 140 kilometer en €685. U ziet er wat er gebeurt als we richting de meer gedreven recreant gaan. Recreatie, fietsport, zeg maar. 2, 4 volgende, moet ik eigenlijk zeggen, subsegmenten zitten bij de occasionele wielertoerist. Kijk nogmaals naar die bedragen voor de kilometers en de uitgaven. Ik ga ze niet telkens aflezen, maar u kan het zelf mee volgen. Voor de vitale wielertoerist, telkens gaat dat een trapje hoger. Ja. U moet zelf maar eens kijken naar het aantal kilometers dat u per week aflegt en dan kan u misschien wel een beetje zien tot welk subsegment u behoort. De enthousiaste wielertoerist, de gepassioneerde wielertoerist en we gaan er nog 2 aan toevoegen. En dan komen we bij de licentiehouders, de solorenner en de clubrenner. Ja. Heel wat parameters, nog meer dan er hier geprojecteerd staan, vindt u allemaal terug in dat boekje. We gaan het niet te lang houden. Ik kom bij mijn derde trap dus. Stad, duurzaamheid en groeipotentieel van de fietssport. In onze onderzoeksgroep aan de KU Leuven zijn dat pijlers waar we sterk op gaan inzetten. Aan de KU Leuven is een nieuw onderzoekscentrum opgestart, LUCI genaamd, Leuven Urban Studies Institute. We gaan daar volop op inzetten, ook wat fysieke activiteit en sport betreft. Vandaar het woordje stad. Duurzaamheid staat al langer op onze radar. Er zijn ondertussen 2 doctoraten rond opgestart. Dus daar mag u zeker nog wel het een en ander van ons verwachten. Het tipje van de sluier, misschien eerst dit is werk van studenten dat ze doen in het kader van een onderzoekstage. En waarbij we naar een aantal sportevenementen zijn gaan kijken wat die SDG's. Want u had al langer door dat SDG's natuurlijk niet voor dat flauw acroniem staat dat ik hier zelf even heb uitgevonden, maar wel de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Dat zijn er 17, bestrijden van armoede, man-vrouw gelijkheid, zien dat we allemaal onderwijs kunnen genieten, gezonde voeding. U ziet ze daar geprojecteerd. En we hebben dat eens losgelaten op die verschillende sportevenementen voor, u ziet de sporten geprojecteerd, wandelen, voetbal, triathlon, tennis, lopen en fietsen. En eens gaan kijken op basis van webpagina's in welke mate dat die evenementen daar eigenlijk al aan tegemoet komen. En dan ziet u daar een cijfer staan, een gemiddelde waarde, 3,75 achter fietsen. Dus eigenlijk is dat een soort schaal van 1 tot 17, want er zijn 17 development goals. Het fietsen, de fietsevenementen, hebben dus een gemiddelde score van 3,75. Dus 3,75 van die doelen worden gehaald. Er is dus nog werk aan de winkel op het vlak van duurzaamheid. Maar als je het vergelijkt met andere sporten, boeren zijn nog niet zo slecht. Triathlon doet beter en ik dacht ook de loopsportevenementen. Dit betreft zowel publieke als commerciële, als wat we noemen middenveldorganisaties. Ja, dus een lokale VZW, maar evengoed een Golazzo die iets organiseert, of de overheid, al dan niet lokaal. Dat zijn dat soort evenementen. Laatste luikje dat ik er nog aan toe wil voegen, omdat Wim dat gezegd heeft, Wim zegt zeker iets over duurzaamheid. Ik wil dat nog even koppelen aan de stad. Recent samen met een aantal collega's hebben we een boekje uitgebracht, Leuven en Koers. Dat is een 2-3 weken geleden voorgesteld in Leuven. Heel leuk, verhaald eigenlijk 150 jaar, dus anderhalve eeuw wielergeschiedenis om en rond het Leuvense. Daar valt wel heel wat over te zeggen. Die stad wordt meer en meer het centrum van heel wat politiek en cultureel gebeuren. Niet de staat, zegt een zekere politicoloog Benjamin Barber in 2013, maar de stad zal de plek van de toekomst worden, de plek van de 21e eeuw. In 2050, dat is niet meer zo gek veraf, zal 2/3 van de wereldbevolking in een stad vertoeven. Dus die stad wordt echt wel het centrum, politiek gezien, cultureel, demografisch. Opvallend, want die stad was lange tijd een plek van vervuiling, van verpaupering en van een onveilige toestand. Recreatie in de stad was ondenkbaar vaak. Ja? Dus dat werd lange tijd gebannen. Vanaf de jaren 80 krijgen we de yuppies. Ik ga hier in korte snelheid daar doorheen. Die city marketing en city branding echt op ons netvlies gaan branden. En dus de stad meer aantrekkelijk gaan maken. We krijgen de opkomst van een stedelijke pretbusiness, zeg maar. De stad geeft ruimte aan de sport. En ondertussen kan je het ook gaan omdraaien. Geeft de sport en het bijzonder wielrennen ook kansen aan de stad. Zie je de dubbelrelatie? Onder andere een WK wielrennen. En dit is stilaan de laatste slide die ik ga laten zien. De fiets als redder van de stad, et vice versa, was de titel van het hoofdstuk dat ik in dat boekje geschreven heb. En u ziet daar enkele campagnes of realisaties naar aanleiding van dat WK. De Vlaamse overheid, met name Sport Vlaanderen,
heeft al werk gemaakt van een mooie affiche die daar staat. En je kan er een foto van nemen, dat zendt hij dan in. Dit is een vorm van sociale binding, is ook natuurlijk een vorm van marketing, communicatie, maar zorgt ervoor dat er toch wel een aanloop genomen wordt richting WK. Of in het Leuvense, die velodroom die er nu staat, op een plek waar je daarvoor er echt niet graag zou willen vertoeven, want dat was een vervallen ruïne. Ik had begrepen dat de schepen hier ook aanwezig is, hè? Maar dat is een fantastische plek geworden. Ik sprak laatst nog af met mijn promotor Bart van Reuzel, zegt Jeroen, kom maar met de fiets af. Ik heb een leuke plek waar je eventjes een paar rondjes kan draaien. Het was dus op die plek dat Bart van Reuzel me uitnodigde. Nadien lekker iets gaan eten en gaan drinken en dan een boek voorgesteld dat ik u daarnet heb laten zien. Om maar te zeggen, die plek gaat binnenkort een culturele centrum worden, waar nu al volop circus, ook met beweging te maken natuurlijk, maar ook podiumkunsten een centrale plek zullen hebben. Hoe een WK eigenlijk al voor een stukje sociale culturele motor kan zorgen. Laatste term die ik wil laten vallen is de term fietsbaarheid. Als onze steden, of dat nu Antwerpen, Leuven, Brugge of Knokken is, er in de toekomst zullen inslagen om de stad toegankelijk te maken voor de fiets. Als onze fiets, met andere woorden, bereikt kan worden, bezocht kan worden en beleefd kan worden per fiets, dan is dat misschien wel de beste duurzaamheidsgarantie voor de toekomst. Laatste noot, ik kan nog niet veel vertellen over het onderzoek dat we momenteel voeren. In functie of in opdracht liever van de stad Leuven zijn we volop bezig voor een aantal stakeholders te gaan kijken bij vrijwilligers, bij studenten, bij organisaties, maar ook bij de inwoners zelf van de stad Leuven, om te zien welke impact het WK zal hebben. Maar ons interesseert daar heel sterk de maatschappelijke, sociale impact. We gaan in tegenstelling tot sporteconomen niet kijken naar de economische meerwaarde. Ik zeg niet dat die er niet is, maar wel naar de sociale, maatschappelijke meerwaarde. Ik dank u voor uw aandacht. Ja, in mijn naam ook een hele goede avond. Er is aan mij gevraagd om een kortsnedig, een debat van een 45-tal minuten te modereren. Ik ga meteen de gasten erbij halen. Dat moet zoals het kort en snedig moet zijn. Burgemeester van Brugge is hier aanwezig. Dirk de Fouw, kom erbij, neem rustig plaats. We hebben de directeur communicatie en marketing van gemeente Knokke, Heist. Voilà, daar absoluut Ruben Kastelein. Johan Gelijns is daarnet al voorgesteld, de schepen van sport in Leuven. Peter Wouters, de schepen van sport hier in Antwerpen. En Philippe Paquet, de administrateur-generaal van Sport Vlaanderen. Heren, welkom allemaal. Vergeef mij, ik ga me hier zetten, maar dat is om ervoor te zorgen dat er toch nog wat in de juiste kijkrichting gekeken wordt als je naar de camera's kijkt. Neem rustig plaats, meneer Paquet. Centraal lijkt me inderdaad prima. Er zijn een aantal vragen die ik voorbereid heb, maar ik wil eerst even inpikken op wat kapstokken die aangereikt zijn door onder andere Wim Laga. Eentje bijvoorbeeld die ik me onmiddellijk afvroeg toen ook die slide gepresenteerd werd. Wint een stad of een regio in dit geval altijd bij het organiseren van een sportevenement? En u mag er allemaal op antwoorden. We zullen misschien beginnen daar in Leuven. Bent u er helemaal van overtuigd na wat u allemaal gehoord heeft hier in deze presentaties? En indien ja, waarom bent u er nog altijd van overtuigd? Indien nee, waarom bent u er niet meer van overtuigd? Dat dan. Dank u. Ik was er al van overtuigd en nu nog veel meer natuurlijk. Nee, ik ben een believer, net als ons stadsbestuur, dat het echt een enorme meerwaarde gaat zijn voor de uitstraling van onze stad. Wij zijn daar klaar voor, net onze andere gaststeden. Wij geloven er van in het begin in en ik ben daar echt voor, samen met onze horecahandel, dat echt een meerwaarde gaat zijn voor toerisme, cultuur en naast het sportieve natuurlijk. Dus ik ben er echt een believer. U heeft nog geen tegenstrijdige signalen ontvangen? Toch wel, maar we zijn nog aan het overtuigen, de weinigen die er nog van overschieten, die er niet in geloven, maar we gaan erin slagen. Oké, we gaan naar Antwerpen. Is de mening daar helemaal hetzelfde? Volle kracht overtuigd? Ja, anders zou ik mijn job op dit moment overbodig maken, want in Antwerpen organiseren we inderdaad wel heel wat sportmanifestaties en ja, elke sportmanifestatie op zich blijkt wel een meerwaarde te zijn op de een of andere manier, maatschappelijk. En daar heeft inderdaad iedereen van klein Janneke tot oud Perke en alles wat ertussen zit, heeft daar iets aan. Dus de maatschappelijke return voor een stad is denk ik fenomenaal. En daar op zich al iets de moeite om dat allemaal te organiseren. Los van economische return dan? U zegt maatschappelijke return is voor mij belangrijker dan economische return. Nee, ik denk dat dat een in-in verhaal is. Een maatschappij die zal ook alleen maar draaien wanneer de economie daar draait. Dus ik denk dat de professoren daar veel meer zinnige uitleg over kunnen geven dan ik. Maar het een kan niet los zonder het ander. Oké, ik ga de microfoon... u mag de microfoon doorgeven. Enfin, meneer Paquet heeft al een microfoon, prima. Het is algemeen geweten natuurlijk dat Vlaanderen er heel veel geld in investeert. Enfin, ik weet niet wat heel veel geld is, maar toch veel geld alleszins. Heel veel, ja. Bent u dan ook dezelfde mening nog steeds toegedaan?
Ja, ik denk het wel. In die zin dat we vanuit Vlaanderen ongeveer 13 miljoen erin steken. Dus dat is behoorlijk wat. Dat is eigenlijk heel veel als je bekijkt dat het topsportbudget van Sport Vlaanderen voor alle Olympische disciplines rond de 25 miljoen euro per jaar draait. Dan ziet u toch ook wel wat het betekent. Hè? Ik ben heel tevreden dat het gebeurt. We proberen met Event Vlaanders, hè, die een organisatie is van zowel sport, toerisme als cultuur, om evenementen naar Vlaanderen te halen. En als dat sportevenementen zijn, dan ben ik uiteraard heel, heel blij. Want het is eigenlijk wel een beetje een evenwicht zoeken tussen het binnenhalen van grote evenementen rond cultuur, rond sport, rond toerisme. Ja, en die 13 miljoen die zijn binnengekomen. Hè. Dat is een heel stevig budget. Dat komt niet van Sport Vlaanderen, laat ons dat duidelijk zijn. Dat komt van de ganse Vlaamse regering. Of van het ganse budget van de Vlaamse overheid. Maar aangezien het een sportevenement is, ben ik hier uiteraard heel tevreden over. Omdat het onrechtstreeks natuurlijk onze doelstelling van Sport Vlaanderen een duwtje geeft. Hè. Dat is zoveel mogelijk mensen in Vlaanderen aan het sport te brengen. En Jeroen Scheerder heeft het er straks gezegd. Ja, die sportparticipatie verhogen is eigenlijk onze missie. Hè. Dus zulke evenementen zijn daar uitermate geschikt voor. Dus uitermate positief. Maar toch wel even de cijfers voor ogen houden. Ja, ja, want in dat verhaal dat meneer Lagas schetste, het was niet eenduidig positief hè, over grote events, Olympische Spelen, EK. Er zijn vaak steden met een kater achtergebleven of regio's. Heeft u daar dan geen schrik voor? Ja, uiteraard. Ik heb de indruk dat het in Yorkshire nogal geregend had. Hè. We hebben nog maar vorige week Francorchamps gezien, wat een debakkel de natuur heeft op grote events. Hè. Dus dat is altijd fingers crossed. Hè. Dus er zijn toch wel wat parameters die je niet in de hand hebt. De parameters die we wel in de hand hebben, ja, dat denk ik dat we dat vanuit de Vlaamse overheid toch goed voorbereid hebben. Dat we grondige studies in plaats gebracht hebben alvorens we de beslissing als aansturingscomité genomen hebben om een advies te geven aan de Vlaamse regering van go for it. Hè. En daar zit een ganse methodiek achter. Dat bestond 10, 15 jaar geleden niet, dus we zijn daarop goed voorbereid. Ik denk dat we met de commerciële partners en het LOC heel stevige partners hebben om het uit te voeren. Dus ik vind dat we professioneel toch veel verder staan als 10, 15 jaar geleden. Dus wat dat betreft ben ik er wel gerust in. Ja. Ja. Meneer Kastelein, min of meer dezelfde vraag, maar ik ga ze iets anders stellen. Stel, met alles wat u nu weet en heel het voortrek dat ondertussen achter de rug is, doet u sowieso opnieuw mee? Als men u vraagt, ja, wij gaan een WK organiseren. Wil u meedoen? Ik denk wel dat de politiek beslist natuurlijk voor dergelijke grote evenementen al dan niet te organiseren. Zij staan nog altijd zeer positief tegenover het evenement. Het was ook een hele korte vergadering in der tijd. Na 2 minuten was het al van, het is in orde. Je moet niet mee babbelen, het is oké. Dus het is heel snel beslist. Maar wij gaan als gemeente niet direct de week na het evenement de balans opmaken. Wij gaan kijken op de lange termijn. Wij gaan kijken wat heeft het opgebracht na 2 jaar, na 3 jaar. Wij gaan echt proberen ons imago als sportieve kustgemeente te versterken. En eigenlijk hopen wij dat er veel tweede verblijvers bijvoorbeeld, die nu nog geen tweede verblijver zijn, overtuigd raken van de schoonheid van de bestemming en een villa bij ons kopen of een appartement. En dan ook elke week trouwe post zijn om te komen fietsen in onze omgeving. En dat is eigenlijk de doelstelling die Knokke Heist als startplaats voor zichzelf gesteld heeft. Dat zijn de parameters. Namelijk, wij willen binnen 2, 3, 4 jaar, ik weet niet wanneer u het effect wil zien dat er meer tweede verblijvers zijn. Niet makkelijk te meten, denk ik, als je alleen maar op basis van het WK wil gaan beoordelen. Maar is dat de parameter? Ja, we willen eigenlijk echt dat sportief imago bevestigd zien. En we hebben ook heel wat eigen onderzoeken die lopen kwalitatief, kwantitatief. En we willen eigenlijk dat we komen naar hier voor het sporten, dat stijgt in onze enquêtes. Ja. Meneer De Vouw, ik zag u knikken bij ja, lange termijn, we gaan het dan bekijken. Stel, want dat werd ook aangehaald, hè, meneer Lagas zei dat ook, van we moeten pas binnen 7, 8 jaar zien wat de rekening is. Wat hoopt u dat er op die rekening zal staan? Eigenlijk de economische impact, dat zal inderdaad maar op lange termijn zijn. Alhoewel dat we nu, en ik moet helaas weer het woord corona noemen, wij hebben eigenlijk een pak toeristen verloren bijvoorbeeld door corona, de internationale toerist. En als we internationaal campagne willen voeren voor onze stad als toeristenstad, ja, dan kost ons dat heel veel geld. Terwijl dat nu
kunnen we terug op een andere manier door de sport in beeld gebracht worden over de wereld. En dat is dan heel moeilijk te berekenen hoeveel folders of hoeveel sites moet je maken om internationaal daarmee te tellen. En wat is de economische waarde daarvan? Maar anderzijds, de maatschappelijke waarde, dat kan je maar weten als je iets verliest. Ik kan je wel zeggen, als er in Brugge iets leefde, dan was het wel het verlies van de ronde. Hè? De Ronde van Vlaanderen. Dus iedereen vond dat normaal dat de ronde elk jaar startte in Brugge, tot op het moment dat die niet meer in Brugge doorging. En toen was er werkelijk bijna, ik zal niet zeggen een opstand, maar toch een groot deel van de bevolking die zei, burgemeester, zorg toch dat die ronde terugkomt. En eigenlijk door het akkoord met Antwerpen, ja, worden wij nu, krijgen we mooi applaus op alle banken om te zeggen, proficiat, wat het ook kost, men vraagt niet hoeveel dat kost. Men zegt, vindt fantastisch dat de ronde terugkomt. En dat is van belang. Ja. Inderdaad, ik hoor u net zeggen, als wij promotie willen maken over de hele wereld, dat kost ons handenvol geld, betekent dat dat het nu een goedkope investering is? Ja, eigenlijk als je het bedrag ziet dat de stad uiteindelijk betaalt om die aankomstplaats te hebben van het WK, tijdrijden over 5 dagen, als je dit, natuurlijk dankzij de steun van Vlaanderen, is onze bijdrage tamelijk beperkt daarin, is 360.000. Uiteraard dan nog een keer, de kostprijs van politie moet je nog erbij rekenen, maar de zuivere financiële bijdrage is 360.000 euro. Eigenlijk is dit niet zoveel als je dit moet, als je daardoor wereldwijd in beeld komt. Ik wil erop wijzen dat Renaat Schotten is natuurlijk een Bruggeling, maar Renaat Schotten heeft de Elfstedenronde in beeld gebracht. In Brugge, dat was eigenlijk een kleine wedstrijd die dan loopt van Brugge naar Damme en terugkeert. De commentaren die hij daarbij heeft, ja, hoe dat hij de Damse Vaart in beeld brengt of becommentarieert, ja, dat is onbetaalbaar. Heel Vlaanderen wil nu plots langs naar de Damse Vaart komen fietsen, nee, omdat dat zo mooi is, het Le Plapéi, wil men bekijken, omwille van het feit dat heel Vlaanderen en ook Wallonië eigenlijk gezien heeft hoe mooi dit stukje Vlaanderen is. Ja. U gaat moeten opletten in toekomstige onderhandelingen. Hè. Ja. Dat beseft u bij deze wel, hè, want het staat op beeld. Maar enfin. Misschien even op wat cijfers gaan, want ik denk dat de meeste mensen daar ook wel benieuwd naar zijn. En nu mag je het woord opnieuw nemen, meneer De Vouw. Overnachtingen, zijn er veel binnengekomen op basis van het WK? Bent u daar dik tevreden over? Well, normaal gezien zitten we met een bezetting van de hotels in september. En we moeten natuurlijk terugkijken naar 2019, want 2020 was een rampjaar. Maar zitten we normaal rond de 30% bezetting van de hotels. We hebben nu een enquête gehouden op 5 september. En komen we nu naar een bezetting boven de 50%. Dus dat betekent toch 20% meer hotelbezetting. En we zijn er nog niet. Want heel wat boekingen gebeuren op het laatste moment. Dus er kan nog heel wat bij. Dus we zijn er eigenlijk van overtuigd dat zeker het weekend zaterdag en zondag 18, 19 en 20 dat dit wel een hoogvlieger zal zijn. En dat we dus daar heel veel meer mensen zullen hebben die op hotel gaan in Brugge. Maar uiteraard, daarnaast heb je dan de dagjes mensen die ook vanuit Knokke komen of die vanuit Gent of vanuit Leuven of vanuit Antwerpen komen. Nadat ze deze steden bezocht hebben, dat ze ook naar Brugge komen. Dus ik ben ervan overtuigd dat er nog veel meer volk naar Brugge zal komen. En we spreken dan over die specifieke week, hè? Ja, net... zeker. Ja, inderdaad. Ja. Okay. In Leuven, hoe zit het in Leuven? Hebben we daar een microfoon in Leuven? Ja, zeker. Ja, bij ons valt het bijzonder goed mee. En ik zou zeggen, eindelijk, want ja, door corona hebben we niet te veel laten vallen vandaag, was dat in die periode tussen 5% en 10% bezetting. Maar dat was echt dramatisch. En nu zitten wij zo goed als aan 100%. Wij hebben denk ik aan 4.400 slaapplaatsen, dus bedden. En die zijn zo goed als allemaal geboekt. Dus op enkele na. Dus tegen het WK zelf zitten we aan 100% sowieso. Zijn er nog andere indicatoren of cijfers die ook relevant zijn in het beoordelen van wat is hier de economische return? Sowieso, de horeca, ja, die gaat onmiddellijke return hebben. Die staan te springen naar de WK. We hebben pas ook afgelopen maandag onze jaarmarkt gehad. Dat was top voor onze horeca. De handel, die weten dat ook. Dat gaat niet zijn als een normale weekend eigenlijk. Dat gaat wat minder zijn. Ze zijn niet de reguliere klanten, maar ze moeten gewoon hun winkels moeten er zichtbaar zijn. Ze moeten er staan. Onze stad is ook aangekleed. Iedereen is welkom. We leven er naartoe met de Leuvenaar en zijn bezoeker. Dus toerisme, maar vooral ook cultuur. Daar verwachten wij ook heel van dat dat gaat boomen na het WK ook. Dus het is, economisch verwachten wij daar bijzonder veel van. In cijfermateriaal zal dat ook pas nadien kunnen effectief uitgedrukt worden. Maar dus vooral qua bezettingsgraad in onze overnachtingen zitten wij aan 100% tegen het WK zeker. Okay. En ik hoor meneer De Vouw zeggen, ja, bij ons is iedereen geweldig tevreden dat de Ronde van Vlaanderen terugkomt. U zei daarnet, ja, we moeten nog een aantal mensen een beetje masseren. Gaat het dan over handelaars? Mensen die in winkel dichten? Over handelaars. Vanavond is er ook een vergadering met
buiten het handelaarsverbond. Morgen hebben wij opnieuw een vergadering. Dus horeca, dat was het vooral het... veel vragen zijn er natuurlijk allemaal. Dus we hebben ook allemaal ruim geïnformeerd. De vragen gaan over beleveringen. Want de stad is dan tijdens de WK zelf, tijdens de koers, heel moeilijk bereikbaar. Dus 's avonds en 's nachts zijn afspraken gemaakt, ook met de leveranciers, met de brouwerijen, om alle zaken terug vol te duwen. Want er gaat goed geconsumeerd worden, sowieso. Behandelszaken kunnen ook beleverd worden, maar die kunnen op voorhand wel beleverd worden. Dus dat is een minder issue. Maar zij zijn bezorgd dat hun klassieke bezoekers, hun klassieke klanten, niet tot in de stad kunnen geraken. Wij verwachten tussen de 200.000 en de 400.000 bezoekers tijdens het WK. Dus dat is heel wat in onze stad. Zijn uiteraard allemaal meer dan welkom. Maar niet iedereen gaat tijdens de koers gaan shoppen. Maar het is van zo belang. Hun return zal na het WK vooral liggen. Dat benadrukken wij enorm fel naar hun toe. Dus toon nu uw zaak op zijn best, toon Leuven op zijn best. We kunnen alleen maar met z'n allen wel bijvaren. En het is dan aan het keren nu. Het is vooral een bezorgdheid, maar zij beseffen ook waarom dat zij moeten er open doen en er staan voor Leuven op zijn best te promoten. Oké, even naar Antwerpen. Antwerpen heeft al wat vaker grote dingen georganiseerd in het verleden, en dat mogen we zeggen. Is het bij jullie qua effect dan vergelijkbaar met eerdere van dat soort events? Gaat het er nog boven? Zit het eronder? Waar zitten we? Ja, op dit moment zitten we er zeker nog onder, omdat we toch een bepaald internationaal segment, door het woord dat we hier niet mogen gebruiken, niet bereiken. Daar moeten we niet flauw over doen, dat is een stuk dat je niet kan bereiken. Ja. Maar met de ervaring van bijvoorbeeld een Ronde van Vlaanderen, dan zitten we in Antwerpen tussen de 75.000 en de 100.000 dagtoeristen. Dat je weet dat die ongeveer €80 gemiddeld opdoen, dan kom je snel aan een bedrag van 8 à 10 miljoen euro dat er die een dag extra wordt verteerd in de stad. Daar rekenen jullie terug op eigenlijk? En daar rekenen wij wel op. Want de dagtoeristen, die denken we dat we die wel kunnen bereiken. Internationaal met de overnachtingen is iets moeilijker. Maar ik heb net gehoord dat Leuven vol ligt. En Antwerpen is nu niet zo ongelooflijk ver van Leuven. Dus wij hebben nog plaats in onze hotels. Het kan geholpen worden, dat denk ik wel. Knokke Heist, dat is op zomerse dagen vaak al volzet. Is het overvolzet of welke term moeten we erop kleven? Nee, het valt eigenlijk al bij al nog wel mee. Het weekend zitten we op een 65% bezetting. Sowieso, het najaar is voor ons wel een drukke periode. Het is een publiek, vaak een Duits publiek, vaak een iets ouder publiek, die heel vaak komt voor de rust. Dus een mega-event past niet 100% in hun plannen. Dus we zien een hele sterke verschuiving naar de week ervoor en de week erna, waar we tegen de 80% bezetting zitten. Maar in de week van het WK zelf hebben wij dus nog best wat bedden over. Dus iedereen is welkom om aan de zee te komen kijken. Hè. Naar Leuven bellen, dat helpt. Meneer Paquet, wat ik mij ook nog afvroeg. Vlaanderen is wielergek. Vlaanderen is in de wereld gekend voor wielrennen. En toch zegt u, ja, we moeten opnieuw investeren. Waarom precies? Waarom moet dat bevestigd worden? Best op een momentum investeert, hè. Dan krijg je uiteraard het maatschappelijk draagvlak mee en de politiek volgt dat dan. Ja. Dus dat is denk ik een belangrijke reden. Ik wou nog eerst even nog iets toevoegen. Gewoon een weetje, dat is dat de Vlaamse wielercultuur is een van de speerpunten van Toerisme Vlaanderen. We werken heel nauw samen, Toerisme Vlaanderen, Sport Vlaanderen. En uit studies blijkt dat 40% van de toeristen die komen naar Vlaanderen, dus zowel eigenlijk binnen- en buitenlandse toeristen, dat die de motivatie om te komen het fietsen is. Hè? En dat is denk ik belangrijk voor de partners rond de tafel, dat men weet dat die motivatie van dat fietsen sowieso al inherent bij 40% van die buitenlanders ook zit. En ja, als je dan met zo'n evenement erop inspeelt, dan moet je die successen hebben die je links en rechts hier hoort. Hè. En zegt u dan, wij willen die leiderspositie in de markt niet verliezen en daarom moeten we zo'n evenement aantrekken? Ja, maar ik denk dat het door de geachte heren professoren allemaal gezegd is, een one shot, dat is niet voldoende. En als ik ook kijk, hebben we onder deze legislatuur en ook de vorige een aantal andere beslissingen genomen. Ik kijk naar de investeringen die Vlaanderen ook doet naar de velodroom in Heusden-Zolder. We hebben er een bij ons in Gent, het wielercentrum met Merckx. Er is een investering van die wielerdroom, van, ook voor Vlaanderen, ongeveer €55 miljoen die we erin steken over de 30 jaar. Hè. Het project kost ongeveer €22 miljoen. Dus dat pisterennen samen met... Ik krijg diezelfde curve, denk ik, van Jeroen
is daar ook belangrijk in. Hè. Het is natuurlijk een nichesport, maar een hele belangrijke. Ook voor uitstraling, en dat denk ik dat dat voor Vlaanderen toch heel belangrijk is, is dat wielrennen heel belangrijk. Als ik zie dat er 66 medailles zouden kunnen gewonnen worden op de piste, dan denk ik dat we naar Parijs en naar L.A. Een enorme uitdaging hebben. Hè. We investeren erin, dit evenement, oké, maar dus dat baanwielrennen daar moeten we, en dat pistewielrennen, daar moeten we dus ook nog wel stevig. Daar hebben we dus de beslissing genomen om in te investeren. Gent zit bij ons altijd vol. Heuse Zolder, ja, dat is dan met dat fietstoerisme in Limburg heel toegankelijk en heel succesvol. Je hebt het circuit van Zolder waarop verschillende avonden wordt gefietst. Ja, dat is wat dat je moet als overheid, denk ik, allemaal samenbrengen, samen met zo'n groot evenement. Hm? Ja. Ik denk dat er enorme weg af te leggen is met de verschillende bonden. Hè? Je hebt de Belgian Cycling, je hebt Cycling Vlaanderen, je hebt de nevenbonden. Je hebt dan alles wat dat je gezien hebt, de ongebonden sporter, hè, met de cijfers die je er straks gezien hebt. Je hebt de Vlaamse Wielerschool. Hè. Er zijn dus wel wat instituten rond dat wielrennen die we denk ik toch wel eens terug moeten samenbrengen om een stevig nieuw beleid... Wel, uniform is door de aard van de opsplitsingen al niet zo evident om dat te gaan uniformiseren, maar ik zou toch wel graag hebben dat we daar een soort van nieuwe aansturing kunnen hebben met het oog op wat ons topsportbeleid vanuit Sport Vlaanderen dan betreft, heel specifiek. Hè. Ik denk dat we daar toch nog wel wat kunnen realiseren, wat stappen kunnen zetten. En dan uiteraard in het promotionele beleid, het sportieve beleid. Ja, je hebt de cijfers gezien waar wielrennen zich positioneert. Hè. Dus daar is het uiteraard ook alle hens aan dek om dat verder uit te bouwen. Maar stel dus dat Toerisme Vlaanderen tegen u zegt, ja, 40% van de toeristen die komen hier voor chocolade te eten en bier te drinken. Dan had dit bijvoorbeeld misschien niet geweest, deze investering. Well, ik denk dat elke investering... ik wil toch nog even zeggen dat we met alles wat we doen met Event Vlaanders, dat we ook de week van de gastronomie aantrekken. Hè? Dus het is niet alleen sport. Hè? We zitten in dat aansturingscomité. Ik zit daarin, Geert Bruinzeel zit daarin voor sport. Mijn liaison zit hier ook voor sport. Maar ik heb ook naast mij mensen zitten die het culturele bewaken en de andere evenementen. De World Choir Games, hè, die komen ook. Dat is ook allemaal producten die via Event Vlaanders worden aangetrokken. En dus ook die chocolade, ook die gastronomie, is een van de speerpunten van Vlaanderen. Dus ik vind dat we op die speerpunten moeten inzetten. En uiteraard, als baas van Sport Vlaanderen, vind ik het schitterend dat het sportieve het grootste deel van het budget ondertussen heeft opgegeten. Hè? We worden toch ook met argusogen bekeken door de andere departementen. Dat sport toch wel een stevige hap uit het budget heeft genomen. Hè? En ik denk dat ook in de toekomst, gelet op het feit dat de coronafactuur moet terugbetaald worden, hè, van die Vlaanderen toch heeft, dat het misschien in de toekomst toch wel wat iets of wat minder gemakkelijk zal zijn om van deze grote evenementen binnen te halen. Welk rapport gaat u moeten voorleggen dan? Als u zegt van de departementen, ze kijken naar mij, en binnen welke termijn gaat u dat moeten voorleggen? Ingedekt door mijn minister van Sport, okay, die binnen de Vlaamse regering stevig genoeg staat om dat gevecht aan te gaan. Oké, okay, dus, prima. Er zijn al heel veel uitdagingen op jullie pad gekomen, denk ik, door het woord dat we dus niet uitspreken, maar iedereen weet waarover het gaat. Is er al veel in het water gevallen, meneer De Fouw, als je naar het voortraject kijkt? Eigenlijk wel. Dat is wel heel jammer, want normaal gezien hebben we een heel traject waarbij dat we voornamelijk ook met de wielertoeristen zouden gewerkt hebben, maar al die zaken zijn niet kunnen doorgaan. Dat is wel jammer, want normaal gezien is dat een traject waarbij dat minstens twee zaterdagen duizenden wielertoeristen komen afgezakt. Ik heb zelf al meerdere keren meegereden. Heel boeiend, u een keer renner voelen, hè? Meerijden in een peloton, niet moeten stoppen op kruispunten onder begeleiding van politie, zelfs een stukje autosnelweg oprijden. Dat is gewoon een fantastisch gevoel. En dat hebben we niet kunnen doen. Hè. Ook naar de jeugd toe, naar de scholen toe. Scholen waren gesloten. Hè. Dus men kon heel moeilijk de scholen bereiken om meer activiteiten daaromtrent te doen. Dat was allemaal gepland, is niet kunnen doorgaan. Dus het is
minder. Maar bon, we proberen dan toch wel. We hebben ook geprobeerd. Er is de Koninklijke Brugse Wielerclub of Wielerbond is eigenlijk weer opgericht. Die was gestopt en naar aanleiding van dat WK weer gestart. Er zijn ook een aantal activiteiten die jongeren ertoe aanzetten om te leren fietsen en eigenlijk te leren met een koersfiets rijden. Ook dat is al gebeurd en dat trekt wel aan. Dus er zijn heel wat jongeren die daarop ingepikt hebben. Maar het is dus meer op individuele basis en minder in schoolverband of met de jeugdbeweging samen. Dit is eigenlijk door corona wat op de achtergrond geraakt. Ja, en dus zeg je, wij wilden alle school erbij betrekken. We hadden twee geweldige zaterdagen voor ogen met veel return, denk ik dan. Die return ben je wel kwijt, daar kan je weinig aan doen. En daarom, het is wat het is. Daarom voel je wat, want wanneer dat we de Ronde van Vlaanderen hebben, is ook de dag voor de Ronde van Vlaanderen, de ronde voor de wielertoeristen, die zo ongeveer 10.000 mensen aantrekt, of meer nog, 16.000 mensen aantrekt. Dus dat is zoiets bijzonders. Als je dit mee hadden gepland om ook dit te kunnen doen, en dit is jammer genoeg in het water gevallen, daardoor heb je inderdaad wat minder de hype naar dat WK toe. Ik ben ervan overtuigd. Mochten alle activiteiten die we oorspronkelijk gepland hadden, konden doorgaan, dan zou er veel meer sfeer geweest zijn rond dit WK. Ja. Stond de agenda van Knokke Heist vol met evenementen? Oorspronkelijk wel, maar uiteindelijk ook heel veel geschrapt. We zijn ook een relatief kleine organisatie, zeker in vergelijking met de echt grote steden hier aan tafel. Dus onze sportdienst was ook de verantwoordelijke voor het vaccinatiecentrum bijvoorbeeld. De communicatiedienst heeft ook de beleidscommunicatie, alle coronacommunicatie, toeristen inlichten, allemaal op zich genomen. Bij de dienst stedenbouw bijvoorbeeld heel veel vertragingen door aan wegenwerken, door corona, wat ook wel het lok wat hoofdbrekens heeft opgeleverd. Maar het enige wat we echt jammer vinden, we hebben heel veel gemeenschapsactiviteiten toch laten doorgaan op virtuele manieren, op andere manieren. Het enige wat we echt jammer vinden, is dat wij het net als Innsbruck in de tijd gepland hadden om heel wat lifestyle-pers naar Knokke Heist te halen. En dat is natuurlijk niet kunnen doorgaan. Voor ons, de Duitsstalige markt, Duitsland misschien nog een beetje, Zwitserland was al veel moeilijker. En dan de echte emerging markets voor ons, zoals de Verenigde Staten of Singapore, ja, dat is gewoon niet haalbaar. Dus dat is wel ergens een gemiste kans. Maar goed, we gaan dat proberen in te halen in de toekomst. Ja, daar hadden jullie wel op gehoopt dan, met dit internationale wereldevent om dat soort markten aan te boren. Ja, eigenlijk, we wilden geen sportjournalisten aantrekken, maar we wilden eigenlijk lifestylejournalisten aantrekken. Correct. Een beetje zoals Innsbruck gedaan heeft in 2018. Innsbruck was een stad, als het regende in het Zillertaal, dan reed je misschien een keer naar Innsbruck. Uiteindelijk heeft Innsbruck dat WK aangegrepen om zichzelf op de markt te zetten, echt als citytrip. En ondertussen zijn er hotels in Innsbruck. Dat bestond vroeger niet, want iedereen zat in de veel mooiere bergdalen rond. En eigenlijk wilden wij ook een beetje een gelijkaardig effect voor ons hoekje creëren. Maar dat is dus volledig... dat momentum is weg natuurlijk nu. Meneer Wouters, willen jullie ook graag lifestyle-toeristen aantrekken? Of andere evenementen? Wij willen alle toeristen, zelfs sportjournalisten, zijn bij ons welkom. Dank u wel. Wij zijn nog welkom in uw stad. Ja. Nee, alles wat de collega's hier aan tafel hebben gezegd, dat is bij ons ook zo geweest. Hè. Wij hebben heel veel gevraagd van onze ambtenaren, die daar ongelooflijk flexibel zijn mee omgesprongen. Want de regels, ja, eigenlijk veranderen die nog van bijna week op week. Dus zelfs voor binnen 14 dagen zullen wij links en rechts nog eens moeten bij kunnen sturen. En ik denk dat we er ook klaar voor staan. Maar dat kun je enkel doen als je omringd bent door een geweldig goed apparaat. Neemt u er vrede mee dat dat voortrekt ook bij jullie flink in de war is gestuurd? Ja. Of is het naar bepaalde zaken die zijn inderdaad volledig gemist in en die kunnen ook niet meer terughalen. Maar andere zaken van het voortraject, om een voorbeeld te geven, we hebben een kleine 20 kilometer fietsstraten aangelegd in Antwerpen. Dat is ook een voortraject dat rond de SWK zit. Ons fietsinfrastructuur, onze vierde plaats op de Kopenhagen-index, zijn allemaal zaken die dat eigenlijk in dat voortraject naar dat WK tellen. Fietsen is voor een stad als Antwerpen is veel breder dan wielrennen. Dus daar volg ik de professoren zeker in. Ja, daar gaan we zo meteen nog op terugkomen. Maar eerst nog even naar Leuven. Ik heb in de pers wel al behoorlijk wat zien passeren van bussen, WK-bussen die daar in de buurt, de dorpen zijn al wat dingen over gemaakt. Is dat dan bij jullie niet in de war gestuurd of zeg je, wow, wij hadden toch ook nog het een en het ander gepland daarnaast? Ja, Leuven is dan ook Europese sportstad verkozen. Hè. We zijn in 21, dus we hadden heel wat gepland samen met onze sportverenigingen. Ook de toelages waren verhoogd en
de reden waarom we het binnengehaald hebben is ons sportbeleid, de verenigingen die heel actief zijn, maar ook het, niet rond de pot draaien, ons het binnenhalen van de aankomst van de 2K wielrennen in onze stad Leuven heeft daar ook een doorslag in gegeven. Dus heel wat activiteiten waren opgebouwd in het kader van die Europese sportstad en van de 2K, een heel dus voortraject. Daar is inderdaad ook heel wat van in het water gevallen, letterlijk. Maar toch heel wat sportevenementen zijn toch nog kunnen doorgaan. Brabantse Pijl, ook in augustus nog het wereldmaandje van Mountainbike Element. Onze grote prijs, Poeske Scheres, chef Scheres. Poeske Scheres in de volksmond, dat was eind augustus. En eigenlijk, dat is een klassieker bij ons in Leuven. Het is eigenlijk het parcours. Het WK vloog eigenlijk in Leuven het parcours van de grote prijs, chef Scheres. En dat is een beetje een soort eerbetoon, daar zijn we bijzonder trots op. Dus heel wat weggevallen, maar toch nog heel wat kan doorgaan. En los daarvan ook heel wat activiteiten, zoals de Velodroom die dat straks ook is aangehaald. Een 100-jarige expo van onze Leuvense wielerhelden. Nu zelfs 12 september hebben wij ook een wereldrecordpoging om zoveel mogelijk nationaliteiten op de fiets te krijgen. Het record is blijkbaar het wereldrecord 69. En dus in Leuven gaan we dat beter doen. We hebben een oproep gedaan. We zitten al aan een pak nationaliteiten die zijn ingeschreven. Dus, zit je er al? We zitten er al aan 70. Oh. Ingeschreven, dat moet er nog komen. En we gaan er los over gaan, daar ben ik van overtuigd. We hebben nog een paar extra oproepen gedaan naar wat nationaliteiten die we nog mankeren. Maar dat gaat zeker lukken. Wat hebben we nog in petto? Zelfs Michel Wuit stak naar Leuven af nog volgende week voor een avondvullend programma. Dus het is heel stadsbreed. Het is echt cultuur, innovatie. Een innovatiehub ook natuurlijk in Leuven. En dan ook zondag 19 september onze WK-familiedag. Dat is eigenlijk, het WK heeft eigenlijk onze ouderloze zondag gekaapt. Dus dat wordt een WK-familiedag. En dat is echt voor jong en oud, ook de Leuvense nieuwkomers, een heel, heel mooi uitgebreid programma. Maar met één oog blijven we natuurlijk kijken naar de tijdritten natuurlijk. Daar gaan we zeker ook in doorgaan. Uiteraard. Zijn jullie er helemaal oké mee om aandacht te delen met de andere steden? Echt wel, dat maakt ons sterker. Hè? Dus ik vind dat echt knap. Dat is iets uniek, dat vier steden een WK mogen vertegenwoordigen. Dat is een goede promo voor onze steden en voor Vlaanderen op zich. Nou, dat kunnen we echt aan de wereld tonen. Dus ik vind dat onbetaalbaar. Dat is zeker waar. Aan de andere kant, ja, je kan niet de spotlight helemaal op jezelf nemen. Hè? Je moet die delen met anderen. Ja, maar alleen Leuven hebben we wel, ik moet zeggen, we bedragen misschien wel het meeste ook wel bij, maar we hebben ook wel de aankomsten van die wegritten. En dat is ook wel onbetaalbare reclame. Die passages in Leuven van de elite man, dat is 8 keer dat ze Leuven stad passeren ook allemaal. Dus, denk dus je hoopt in de long run dat wel gaat doorwegen? Echt wel, daar geloof ik in. Maar we delen graag die aandacht en dat maakt ons net sterker, vind ik. Ja, meneer Wouters heeft er net al een goede voorzet. En dat werd ook in de lezingen al aangehaald van, ja, zorg ervoor dat het blijft duren, dat WK. Zorg voor infrastructuur, zorg voor dingen dat de mensen er geniet van hebben de komende jaren. Wie durft te zeggen, wij zijn goed bezig op dat vlak? Meneer De Vouw? We hebben natuurlijk naar aanleiding van dat WK, hebben we er echt voor gezorgd dat toch de wegeninfrastructuur op het parcours verbeterd is. En Christophe, we hebben het parcours zelf met de koersfiets afgereden, van Knokke naar Brugge, over Damme. En inderdaad, als je op de grens van Damme en Brugge kwam, kwam je op een zeer hobbelig parcours. We hebben daar inmiddels 1 miljoen euro geïnvesteerd om die weg tot een biljartlaken te maken, maar weliswaar met de nodige snelheidsremmers ter hoogte van de inkom van de bebouwde kommen, mag je stellen, zodat de snelheid daar wordt afgeremd. Dus er zijn een aantal ingrepen gebeurd, maar ook op andere straten zijn er eigenlijk, ja, fietsvoorzieningen gemaakt die er nog niet waren. En men heeft eigenlijk gebruik gemaakt van het heraanleggen van die straten. Uiteraard, we hebben ze vervroegd voor het WK, maar we hebben ze dan toch ook fietsvriendelijk aangelegd. En dat is van groot belang. Maar uiteraard is het de bedoeling om nog meer Brugge op de kaart te plaatsen als fietsstad. Hè? Want we zitten ook in die Kopenhagen-conventie, die samenkomsten die we met Kopenhagen als het grote voorbeeld van fietsstad voor ogen hebben, waarbij dat telkens wanneer dat er iets kan gebeuren in de stad om het fietsvriendelijker te maken, dan toch wel inspanningen gebeuren. Denk alleen maar aan, men zegt ja, het fietsenrijden is belangrijk, maar ook het fietsstallen is belangrijk. We zijn bezig met een nieuwe ondergrondse parking te bouwen, een vergroting van de parking met 635 plaatsen. Ja, daar is een groot deel voorzien voor ondergrondse fietsstalling, met aanduiding hoeveel plaatsen zijn nog vrij en dergelijke meer. Dus we zijn daar volledig mee, al wat gebeurt, heeft ook een bijzonder oog naar de fietser toe. Maar ik ben ervan overtuigd, want we hebben de cijfers gezien rond het wielertoerisme
tot 2019. Maar ik ben ervan overtuigd, mocht je deze nu zien, en ik merk dat in mijn eigen familie, mevrouw en ik waren de eersten die met de koersfiets reden, maar inmiddels rijden mijn twee zonen en mijn twee schoondochters rijden ook al met de koersfiets. En dat komt nu door de laatste maanden. Hè. Er waren bij de fietsenhandelaars geen koersfietsen meer te bekomen. Hè. Dus je zult nog een keer een sprong zien van het aantal wereldtoeristen. Dus we moeten daar eigenlijk wel bijzonder oog voor hebben bij de aanpak van ons openbaar domein. Dus u zegt, wij zijn goed bezig. We zijn goed bezig. Op hoeveel plaats in de Kopenhagenlijst staat u? Oh, dat kan ik niet juist zeggen, maar we hebben daar heel wat conferenties mee. De oud-burgemeester van Kopenhagen is al twee keer in Brugge geweest. En we hebben ook er is eigenlijk een studie uit voortgevloeid, waarbij dat we zijn bezig met meerdere dingen. We zijn bezig met fietsnelwegen, onder andere van Brugge naar Zeebrugge, want Zeebrugge is ook Brugge, om te maken dat de Bruggelingen niet met de wagen, maar met de fiets en met een directe lijn bijna naar de kust gaan, naar Zeebrugge gaan. Maar anderzijds ook de ring van Brugge, en dat is in het Kopenhagen traject, waarbij dat die ring van Brugge eigenlijk gedownsized wordt voor wat betreft de wagens, en dat er eigenlijk de binnenring dan van het oude centrum eigenlijk volledig fietsstraat wordt. Dat is volledig aan het uittekenen. Over welke termijn spreken we? Wij spreken op tamelijk korte termijn, denk op 3 jaar. Oh, oké. Dat is goed. Is Knokke-Heist heel fietsvriendelijk? Nog fietsvriendelijker gemaakt door het WK? Ja, door het WK. We hebben nu eigenlijk ons masterplan fiets uitgerold met een tof filmpje ingesproken door José de Kouwer. Om eigenlijk... Knokke-Heist wil eigenlijk de fiets naast de auto zetten als belangrijkste vervoersmiddel. En dat betekent dat we in infrastructuur en openbaar domein echt gaan kijken van waar is de plaats voor die fiets, maar ook op vlak van budget. Dus als er een euro in auto-infrastructuur gaat, gaat er ook een euro in fietsinfrastructuur. In theorie. Hè. Het komt neer op een 9-tal kilometer nieuwe fietswegen per jaar. Los van fietsstraten en heraanleg. Dus dat is wel best veel. Bijvoorbeeld... van het station van Heist naar het station in Knokke, dat is 3 kilometer rechte lijn. Daar komt er een groot fietspad. Dat is mentaal een... Er is niemand die dat doet met de fiets. Dat is mentaal zo ver uiteen. Er is ook geen rechte lijn. Je moet die heuveltjes over in Duinbergen. Niemand doet dat. Langs de Naastinlaan, wat eigenlijk een autostrade was een paar jaar geleden, parallel daaraan komt er een heel breed fietsnet, fietsweg, die het AZ-Zeno, het station, de voetbalcampus van Club Brugge en de dorpskern van Westkapelle zal verbinden. In de Lippeslaan hebben we dit jaar een hoffelijkheidscampagne uitgerold. Geef ruimte aan fietsers. Dat is positief geëvalueerd. We zien dat er veel minder verkeersagressie is, dat er veel minder ongevallen zijn. Nu gaat het college binnenkort beslissen, maken we van de Lippeslaan, toch een van de grootste winkelstraten in Vlaanderen, maken we daar nu een volwaardige fietsstraat van of niet? Dus we zijn echt wel op een jaar tijd enorme mentaliteitssprong kunnen maken daarin. En dan hebben we natuurlijk een tweede deel, dat is vooral functionele fietspaden nu, maar we hebben ook natuurlijk het hele recreatieve fietsnetwerk. En zeker voor de toeristische gemeente als Knokke-Heist, 75% van onze economie is toerisme, is dat zeer belangrijk. We hebben de internationale Zwindijk. We weten dat er her en daar nog wel werk is aan bijvoorbeeld het heraanleggen van historische kasseiwegen, waar dan nu het netwerk overloopt. Ons netwerk is, in tegenstelling tot Limburg, niet fijnmazig. Maar onze mensen komen heel vaak meerdere keren, blijven lang, blijven 2 weken, blijven 3 weken en willen wel af en toe een keer een ander baantje doen. Dus we zijn nu aan het kijken, hoe kunnen we dat verfijnen? Hoe kunnen we zorgen voor rustplekken? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die fiets echt, dat geen enkele tweede verblijver er nog aan denkt, een keer dat hij in Knokke-Heist is, om zijn auto uit te halen? Misschien voor een regenachtige dag in Brugge, maar verder moeten ze de fiets nemen. Ja, maar dat is ook wel nodig, want ja, Knokke-Heist is ook wel echt een heel druk centrum, hè? Dat is gewoon zo. Maar je zegt dus 9 kilometer per jaar, dus laten we zeggen, binnen 5 jaar moet dat er daar volledig anders uitzien. Het komt neer op, we gaan nu in de huidige legislatuur, plus de plannen voor de volgende legislatuur, komt erop neer dat we evenveel op een 7-tal jaar, willen we evenveel fietspaden aangelegd hebben als sinds het jaar 89. Dus dat is toch wel een heel ambitieus traject. Ja. Meneer Paquet, heeft u zo als, zal ik zeggen, vader van het project... nog een soort lichte dwang of een lichte boodschap voor deze mensen van ja, probeer toch daarop te letten of doe dat misschien toch in jullie stad? Ja, goed. Ten eerste vader van het project ben ik niet, maar goed. Ik denk wat het belangrijkste is dat we een aantal algemene Vlaamse doelstellingen trachten te realiseren. En ieder op zijn manier, ieder volgens zijn snelheid. Hè. En een van die doelstellingen is om 20% van dat functioneel verplaatsingen om die tegen 2025 met de fiets te laten doen. Hè. Dus dat is een stevige uitdaging.
En daarvoor denk ik dat je... Er zijn ook een aantal projecten, net zoals van, dat we gezien hebben van Utrecht, hè, is dat de grote versnelling, hè, waarbij dat verschillende overheden toch een, elkaar leren kennen, elkaar goed leren kennen en een beetje een gefocust fietsbeleid gaan voeren. Hè. Dat is zowel met de Vlaamse overheid, met de verschillende onderdelen, met de verschillende agentschappen. Dus ook met de VVSG, Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten. Dat is met de provincies en dat is ook met de privésector. Hè, die dan samen zit om dat sportfietsbeleid toch een beetje beter te gaan op elkaar afstemmen. En daar zijn dus die uitdagingen gekomen van dat functioneel verkeer naar 20% te brengen. Fietsdeals sluiten, hè, dus dat gebeurt op het lokale vlak. Een fietsdeal kan dus zijn een wielerautostrade, nieuwe voorbeelden zoals dat we gezien hebben, om die te gaan sluiten met de verschillende overheden. Hè. Het organiseren van wielerwedstrijden is een heikele uitdaging, ook voor steden en gemeenten. We proberen daar vanuit Sport Vlaanderen ook ons steentje bij te dragen. Dat is gekomen vanuit de toertochten. Hè. Om die te organiseren heb je een rits vergunningen nodig. We proberen dat volledig te digitaliseren, zodat die aanvragen veel vlotter verlopen. Hè. Dat gaat van de gewone toertochten, maar eigenlijk willen we dat ook met alle cyclotochten gaan realiseren. Dat is ook een project van Vlaanderen dat dan uitgegooid wordt. Innovatie, ik denk dat we daar met z'n allen mee bezig zijn. Als ik kijk naar Flanders Bike Valley en toch wel een nieuwe boost, denk ik, die we daar moeten aan geven rond alles wat innovatie in het de fietsen zelf, de constructie van de fietsen, gebeurt. Dat ga je kunnen zien in Leuven. Dat is voor volgende, de weekend daar. Ons beleid, beginnend van de jongeren, hè, door de corona heb je gezegd, ja, er is veel weggevallen. Maar er zijn toch ook een aantal zaken die echt in de plaats gekomen zijn en die nu nog gaan doorgaan. Hè. 19 september, dat is vrijdag, heb je die strapdag, hè, dus waar dat kleuters met de fiets naar school gaan. Hè. Dat zijn allemaal initiatieven die toch genomen worden. En daar doen 350.000 kinderen aan mee. Dus het is niet dat alles weggevallen is, hè, en dat we dat niet proberen te verbreden. Hè. 1400 kleuter- en basisscholen doen daaraan mee. 170 gemeenten doen daaraan mee. Dus het leeft wel degelijk. Hè. Die roadshows die er geweest zijn, die hebben toch ook wel een en ander doen, denk ik, bewegen. En op die manier proberen we vanuit Vlaanderen die verschillende steden en gemeenten toch te helpen bij dat geglobaliseerd fietsbeleid. Goed, het zijn allemaal kleine initiatieven, maar ze dragen wel bij, denk ik, tot wat we hier willen realiseren. Ja. U heeft een heleboel dingen aangereikt, dingen die u wil veranderd zien of die u hoopt dat zullen veranderen met alles wat er nu bezig is. Gaat dat ook effectief gemeten worden achteraf? Gaat het ook effectief in kaart gebracht worden? Gaan we dat zwart op wit, bij wijze van spreken, kunnen zien wat het heeft teweeggebracht? Wel, ik hoor al van verschillende studies die ook op het lokale niveau gebeuren. Hè, maar er zijn ook de UCI heeft inderdaad toch ook wel een aantal studies terug vooropgesteld en uitgeschreven, samen met Ernst & Young. We hebben ons ook gebaseerd op de cijfers van Ernst & Young om de haalbaarheidsstudie te doen voor dit evenement. We hadden vrij concrete cijfers van Bergen, van alle andere steden, hè, van Innsbruck en van Yorkshire. En ik denk dat UCI die verdere studies doet om uiteraard toekomstige bidders hè, te overtuigen om te investeren en om een bid te doen. UCI samen met Ernst & Young gaat dus die bevraging doen in die vier gaststeden rond de waardering van het evenement. Hè. Is het goed gelopen? Wat is er misgelopen? Logistiek, evenementieel, niet alleen van het publiek, maar ook van de leveranciers, ook van de ploegen zelf, ook van de communicatiediensten, ook van de media. Zowel een bevraging van het evenement op sporttechnisch, logistiek als mobiliteitsgebied. Hè. Dus dat is één ding. En dan
Vlaamse overheid zelf heeft dan ook een onderzoek uitgeschreven om die maatschappelijke waarde van het evenement op korte termijn en op lange termijn toch te gaan meten. Enerzijds twee luiken, een louter kwantitatief gegeven van metingen, maar dan voornamelijk ook die kwalitatieve studie waar dat de professoren ook al op gewezen hebben, die SDG's die daar opgesomd zijn, om dat allemaal te gaan meten. Dus dat is dan een samenwerking tussen de Universiteit van de VUB en de Universiteit van Utrecht, die het dan ook daar heeft gedaan met kennis en kunde van vandaag. Dus hoe heeft het bijgedragen tot duurzaamheid? Hè? Wat is daar rond gebeurd, rond dit evenement? Want dat is nog een aspect waar we het misschien niet helemaal over gehad hebben, maar die duurzaamheid die het lokker insteekt rond het project is toch ook, denk ik, heel belangrijk. Samenwerking ook weer met een Vlaamse overheidsdienst, de OVAM, hè, die dat doet. Maar dus die kwalitatieve studie die komt eraan. En ja goed, ik denk dat dan het werk aan de universiteiten moet gebeuren om dat terug verder te analyseren. Hè. Nog één vraag. U zegt, ja, ik heb ook die studies van onder andere Bergen bekeken. De studie die de UCI heeft laten uitvoeren samen met Ernst & Young. De UCI laat een studie uitvoeren om hun eigen WK te verkopen aan volgende steden. Staat daar ook wel eens een negatief punt in die studies? Ja, ik weet het niet. Ik heb dat nog niet. Dat is een vraag. Ik heb het nog niet bekeken. Maar dat is net het verschil met vroeger. Hè. Vroeger deed men een bid zonder eigenlijk te weten waar men naartoe ging. Door ons nu te organiseren, we hebben eigenlijk, als Event Vlaanders opgericht is geweest, hebben we eerst gebruik gemaakt van de Sports Consultancy. En Sports Consultancy is een Engels gerenommeerd bedrijf dat u helpt bij het indienen van een bid. Hè? En die dan eigenlijk een eigen methodologie had ontwikkeld daar rond. We hebben daar stevig voor betaald. Die mensen kwamen altijd op onze vergaderingen van Londen. Dat kostte heel wat geld. En dan hebben we gezegd, nee, we gaan dat in-house proberen zelf te gaan doen. En dan moet je natuurlijk gezond omgaan met die studies van de Ernst & Young van deze wereld. Hè. Maar goed, vervalsing staat daar wel niet in. Hè. Daar staat het gemiddelde kostprijs, de gemiddelde uitgavenpatroon van de buitenlanders, van de mensen die er wonen, hoeveel nachten ze ongeveer gemiddeld blijven. Ja goed, Ernst & Young als gerenommeerd bedrijf kan zich dat ook niet permitteren. Maar goed, ik denk dat er al voldoende over gezegd is dat het altijd een berekende gok blijft. Hè? Maar goed, we hebben die cijfers. Door ons te organiseren, door ons te structureren, vind ik, we pakken het professioneler aan. We hebben mensen in-house, specialisten op het gebied van sport, cultuur, toerisme, ook het hybride en alle andere evenementen die we binnenhalen. Die kennis is in huis. We staan steviger ook in de onderhandeling naar de grote UCI's en de UEFA's van deze wereld. En uiteraard is er ook een hele dik overeenkomst tussen de twee mensen die daar naast elkaar zitten, vanuit Cycling Vlaanderen, onze Vlaamse regering, met het LOC, is er een stevig lastenboek en overeenkomst gesloten. En dan moet je twee stevige partijen hebben die een stevige overeenkomst kunnen afsluiten. En dat denk ik dat we dat met de Vlaamse overheid ondertussen toch veel beter aanpakken als voorheen. Prima. We naderen stil aan de klok van 9:30, dus we gaan dat hier bijna afronden. Maar ik wil van jullie ook nog wel weten, Antwerpen en Leuven, de vraag die ik min of meer aan Knokke, Heijst en Brugge ook al heb gesteld. Wat moet het nalaten? U heeft eigenlijk het ballonnetje opgelaten, meneer Wouters. U had het over fietsstraten onder andere. Wat moet het WK nalaten in Antwerpen voor u? Ja, ik denk dat je nog een hele mooie mag aan toevoegen. In Antwerpen hebben wij meer dan 170 verschillende nationaliteiten. En er zijn heel veel mensen die hier komen die niet kunnen fietsen. Er is een wereldrecordpoging, misschien kan u ook. Nee, dat is in handen. We zijn de vierde tweede hierin. Amsterdam gaat ons nog voor. Okay. Maar dat volledig terzijde. Er zijn heel veel mensen die niet kunnen fietsen, die dat zelfs bij wijze van spreken nog nooit een fiets hadden gezien. Wij hebben met Sporting A een fietsschool opgericht. Ook in de stad. En dat is dan misschien een mooie, dat we over alle verschillende bevoegdheden dit momentum ook aanpakken om ermee aan de slag te gaan. In Antwerpen hebben wij heel veel weesfietsen. Hè, fietsen die achterblijven en die dat er in heel veel gevallen niet meer uitzien. Die worden opgehaald. We hebben iets opgericht met werkmaat. Dan worden die fietsen hersteld. Die worden gemaakt. Er zijn mensen die daar een vak aan leren als fietshersteller, wat een knelpuntberoep is. En die fietsen die verkopen we dan aan mensen die dat dan hebben leren fietsen, maar eigenlijk geen geld hebben om een fiets te kopen, dat we dat op een zeer goede manier
die fietsen eigenlijk recycleren en op die manier het fietsen promoten voor die mensen. Dat heeft vele voordelen. Voor veel van die mensen kan dat gewoon een vervoermiddel zijn om op hun werk te geraken. Dus eigenlijk, die economische return, denk ik, dat zo gigantisch is. En dat doen we eigenlijk met de middelen die dat we van het lok hebben gekregen. En ik denk dat we die in Antwerpen dus zeer nuttig besteden. Oké, prima. En in Leuven, wat moet het WK nalaten voor jullie? Ja, Leuven heeft met de recente cijfers van de Stadsmonitor zaten wij in Leuven bijzonder goed. Op veel vlakken, algemeen bij de top 3. Maar zeker op sport zaten wij op heel wat vlakken van het wekelijks gebruik maken van aan sport doen. Tevredenheid van sport. Voor het WK al. Voor het WK al. Dus de afname van die bevraging is gebeurd, denk ik, als ik me niet vergis, september, oktober 2020. De vorige bevraging was van vraag van 2017. Met sport zaten wij op alles, top 1 of top 2. We zijn daar enorme sprongen vooruit gegaan tegen de vorige bevraging. Dus we zaten daar al goed. We willen nog beter presteren. Dus we willen meer mensen met het WK, met onze Europese sportstadverkiezing, aan het bewegen krijgen. Dus ook gezonder. Maar niet alleen aan topsport. Dus we iedereen aan het bewegen krijgen, iedereen aan sport, maar ook zo... Nieuwkomers, mensen die niet met de fiets kunnen rijden, heel veel aandacht voor. Heel laagdrempelige sport tot topsport en alles wat ertussenin is. En ook onze mobiliteit. Ik denk dat heel wat mensen al in Leuven met de fiets rijden. Boven werkverkeer, met onze kennisinstellingen en andere bedrijven. Leasefietsen, dat boomt ongelooflijk. Er wordt ook heel wat ingezet op fietsautostrades bij ons, maar ook in de binnenstad. Sinds 1 januari 2020 is onze binnenstad 60% een fietszone. Dus de fiets bepaalt daar de snelheid eigenlijk van het verkeer. Dat zijn enorme sprongen voorwaarts. Ook van 2016 tot 2019 is 44% het fietsgebruik toegenomen door het circulatieplan. Dus eigenlijk ons beleid stemt daar fel op af op het fietsgebruik als Leuven, als fietsstad. En dus fietsen is gezonder, bewegen is gezonder. En dat is eigenlijk onze grote doelstelling. Los van het feit van de economische return dat wij verwachten. Horeca, handel, ik heb al genoemd, alle sectoren. En ik denk dat WK door het woord dat hier niet veel mocht genoemd worden, maar veel gevallen is, net op het juiste moment komt daarvoor. Voor een boost voor al onze steden kan geven. Is er iets wat er nog niet goed loopt in Leuven? Of niet Leuven. Zo goed loopt in Leuven? Het is een fantastische stad, echt waar. Ja. Met een keer ik kom er geregeld, ja. Ja, dus ik kom geregeld, zeker en vast. Het is een fantastische stad. Ik leef er natuurlijk niet, maar het ziet er wel een fijne stad uit. Nee, het is gigantisch. Fantastisch. Heren, ik ga jullie allemaal bedanken voor de avond, voor de interessante meningen. Dirk de Vouw, Ruben Kastlijn, Johan Gelijns, Philippe Aquet en Peter Waters. Heel erg fijn dat u erbij was. Ik ga afronden, maar daarvoor ga ik mij net iets centraaler terugzetten dan de mensen thuis. Voor dit nog, daar is daarnet al een kleine verwijzing naar geweest door meneer Paquet, de Innovation Hub. Die komt eraan. Er zijn nog 3 avonden, 3 thema-avonden. Er zijn nog tickets voor te krijgen. Dat kan u vinden op de website www.vlaanders2021.com. Alles wat met innovatie te maken heeft, materiaal, gezondheid, voeding, noem maar op. Er komen sprekers, interessante mensen. Er is een VIP-pakket ook aangekoppeld, diner enzovoort enzovoort. Dus die data die kunt u allemaal vinden op de website. Nog een keer herhalen, www.vlaanders2021.com/innovation. Volgens mij was hem dat helemaal, Wim. Zou dat kunnen? Het is zo. Dankjewel. Geniet van de avond. Tot de volgende keer. Bye-bye.